Dames en heren, goedenavond en welkom in het gemeentehuis van Harderberg. Dat zeg ik met name aan de mensen die op de publieke tribune zitten, die erg vol zitten. Dat vinden we altijd mooi als er veel belangstelling is voor bepaalde onderwerpen, dus van harte welkom. En uiteraard ook welkom aan de raadsleden van de gemeente Harderberg. We hebben onder andere het bestuurlijk manifest vandaag op de agenda staan, de BOH en de OZB. Als allereerste de opening, die heb ik bij deze verricht. En dan is agenda punt 2 het vaststellen van de agenda. Zijn er mensen die op- of aanmerkingen hebben op de agenda? Meneer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie en ook andere fracties, PvdA, VVD, D66 op koers en GroenLinks, hebben er nogal moeite mee dat wij vandaag de accountantsverklaring zo rond 5 uur in onze mailbox kregen, terwijl wij wel de jaarrekening moeten beoordelen. Vandaaruit zouden we eigenlijk willen voorstellen om het stuk te verschuiven naar de volgende vergadering, zodat we de accountantsverklaring zouden kunnen meenemen. Maar wellicht wil het college daar ook nog even op reageren. Dat zou kunnen. Dat zou betekenen dat hij naar 24 mei zou gaan. Dat is uw voorstel. Nou ja, ik weet ook niet hoe handig dat is. Qua planning bedoelt u? Ja, ja. Zullen we het college daar even om vragen hoe handig dat is? Voorzitter, is het misschien niet eerst handig om de andere raadsfracties te vragen wat zij ervan vinden? Ja, u mag er wat vinden. Maar ik constateer al een meerderheid die dit eventueel zou vinden. Dus vandaar dat ik misschien iets te snel ging voor u. Maar wat vindt u ervan, meneer Doggen? Want ik heb het voorgevoel dat u er iets over wil zeggen. Dank u wel, voorzitter. Ja, dat klopt. De accountantsverklaring is niet spannend, denken wij. En de BOH is natuurlijk een grotendeels bedrijfsvoering, is niet politiek. En in de derde plaats, en dan sluit ik wel een beetje aan ook wat net gezegd is, de BOH, de jaarrekening moet nadat wij besproken hebben en eventueel een zienswijze hebben ingediend, moet nog wel door het bestuur officieel worden vastgesteld. En daar zit natuurlijk wel een termijn voor dat die tijdig ook bij de provincie wordt ingeleverd nadat die dus daar is vastgesteld. Dus dat was ook min of meer de vraag van, komen we gewoon niet in de problemen en is het nodig om in de problemen te komen met een accountantsverklaring die wel veel pagina's heeft, maar inhoudelijk weinig, denk ik, toevoegt aan de stukken die we hebben. Voorzitter, mag ik reageren op de heer Dogger? Ja. De heer Dogger stelt dat de accountantsverklaring door de fractie van het CDA gezien wordt als zijnde niet spannend. Daar zijn wij het in ieder geval niet over eens. En daarom steunen wij dan ook het voorstel van ChristenUnie om eventjes te wachten met de behandeling van de stukken, zodat we even goed kunnen kijken naar die accountantsverklaring. Omdat er 2 punten in het dashboard in ieder geval staan, die ik heel gauw heb kunnen lezen, waarvan we denken van nou ja, dat wordt toch wel wat spannender dan we mogelijk nu op het eerste gezicht denken. Maar ik wil graag wel wat tijd om dat goed te kunnen bestuderen. Dus vandaar voorzitter, met de reactie van D66 signaleer ik, want ik kan ook tellen dat hier inderdaad een meerderheid ontstaat. Aan de andere kant, we hebben natuurlijk ook nog gewoon 14 dagen om voordat het raadsbesluit moet vallen, als we het zouden bespreken, nu oriënteert en over 14 dagen in de raad, om gewoon dan de accountantsverklaring mee te nemen en dan ook gewoon de punten te maken in de raadsvergadering. Dus wij zien de noodzaak niet in, maar wachten dan wat dat betreft ook even de rest van de reacties af. Ja, wellicht is het handig om, ik constateer de meerderheid ook. En ik constateer ook altijd dat er zelfs al een soort discussie staat of het nou wel of niet belangrijk is. Volgens mij moeten we dat doen bij de eventuele behandeling van het punt. Zullen we eerst het college even om een reactie vragen op dit voorstel? De heer Prinsen. Voorzitter, ja, om 5 uur of zo is de accountsverklaring digitaal verspreid. Ik had hem een klein kwartiertje daarvoor. De afgelopen dagen is er ook steeds tussen mijn ambtelijk medewerkers en de accountant contact geweest van kom op met die accountsverklaring. Het concept hadden we al, maar er moesten nog een paar punten en commas gezet. En dat is gewoon hartstikke vervelend dat die zo laat is verschenen. Maar toch zou ik u een voorstel willen doen. Laten wij vanavond de stukken die u wel heeft, dus de rekening zoals die is opgesteld en de begroting wel behandelen. En de volgende keer de accountantsverklaring erbij betrekken. Want anders dan komen we met onze planning behoorlijk in de knel.
DB en AB vergadering en er is ook een bepaalde deadline aan dat de goedgekeurde stukken door de raad, door het AB goedgekeurd naar de provincie gaan. Dus ik zou toch een pleidooi willen houden, vanavond gewoon inhoudelijk de zaak behandelen en de accountantsverklaring er bij de behandeling over 14 dagen bij betrekken. Voorzitter. Ja, meneer Roland. Even dan een vraagje aan de portefeuillehouder daarin. Ik snap dat een planning in de knel komt, maar wat zijn dan uiteindelijk de consequenties? Want laten we wel wezen, het is niet per se het probleem van de raad dat dit stuk zo laat komt. En wij willen graag wel ons goed kunnen voorbereiden op het geheel van de stukken. Ik snap uw voorstel, maar kunt u dan even wat dieper ingaan op de mogelijke consequenties die uitstel zou hebben? Ik ken zo 1, 2, 3 niet alle consequenties, maar er liggen tijdlijnen met de provincie die afgesproken zijn voor allerlei jaarrekeningen van GR. Dat geldt ook voor GGD-achtigen. Ja, en veiligheidsregio waar je als gemeente en verschillende gemeentes in participeren. En als ik goed geïnformeerd ben, moet het bij de provincie zijn voor begin juli. En we hebben nog op 14 dagen. En daarna is er nog altijd nog een tijd voor nodig. En daarna gaat hij naar het AB, wat op zich ook weer een openbare vergadering is. En daar heb je dus ook weer de normale tijdslijn in te hanteren. Peter, ik begrijp iets niet, want die deadlines die zijn toch allemaal al heel erg lang bekend. En deze raadsvergadering staat ook al heel lang in de agenda. Dus ja, vandaar ook dat wij het zo hebben gepland zoals we het gepland hebben, voorzitter. Ja, en ook met de accountant is dat besproken en we hebben het concept. En ik kijk even naar mijn ambtelijke ondersteuning. Volgens mij hebben we een dag of 10 geleden hebben wij met de accountant gesproken. En er moesten nog een paar dingen aangepast worden. Nou ja, feestdagen en zo zullen ook vast daar mensen parten hebben gespeeld. Maar goed, dat kan ik niet helemaal beoordelen. Maar wij waren ook behoorlijk verbaasd. We wisten dat het iets later kwam dan de stukken die u toegezonden kreeg. Maar dat het zo uit zou lopen dat er vandaag nog druk moest worden uitgeoefend om het nog vandaag nog te krijgen, was voor ons ook wel een verrassing. Oké, ik zie meneer Gering nog en dan wil ik misschien nog even terug naar meneer Stelpstra die een voorstel heeft gedaan en even daar een reactie op. Meneer Gering. Ja, meneer voorzitter, ik vind dat ik wat rare dingen hoor, want om te beginnen is het versturen van een jaarrekening zonder accountantsverklaring echt iets wat je gewoon niet doet. Er is geen organisatie waarin dat te doen gebruikelijk is en zeker niet bij een bestuurlijk apparaat als de BOH dat betreft. En meneer Dogge zegt het is niet spannend. Nee, ik begrijp als je iedere keer weer een beperking krijgt op je goedkeurende verklaring dat op een gegeven moment het spannende kader daar wel vanaf is. Maar laat ik u vertellen dat iedere financieel directeur dan ook gelijk ontslagen zou worden bij de zoveelste beperking op je goedkeurende verklaring. En laat ik ook zeggen dat ik denk dat de aanwezigen op de tribune hier het zeker wel spannend vinden, want de gemeente blijkt 5,7 miljoen winst gemaakt te hebben, zal morgen in de krant staan, daar waar u nul begroot had. En ik kan me voorstellen, als je hier zit om een paar euro op te halen, dat je dat best wel spannend vindt. De accountant die vindt dat. De accountant vindt dat overigens ook, want de accountant zegt hier dat u die winst helemaal niet maakt. Hè, dat het allemaal overgeheveld posten zijn die u nog wel nodig heeft voor andere dingen. Ik ben alleen bang dat als u dit zo gaat behandelen, dat het los van de zaken die ik net vertelde, buitengewoon incorrect is om morgen in de krant te lezen dat u het zo fantastisch gedaan heeft. Dat wilt u graag horen. Maar ik denk dat het dus veel spannender is dan dat meneer Dogge het doet voorkomen. En ik denk dat het onzorgvuldig is om een jaarrekening te behandelen waarvan je een uur van tevoren een verklaring verstuurt die ook nog een beperking bevat. Dus wat mijn fractie betreft is het ook voor de toekomst wellicht verstandig om geen jaarrekeningen meer te versturen zonder dat daar een accountantsverklaring bij zit. Helder. Tot zover het inhoudelijke gedeelte over dit punt. Ik ga even naar meneer Stelpstra terug om eventjes te peilen hoe u dit punt nu wil behandelen en of u het wil behandelen. Misschien is het goed als we even kort schorsen. Doen we dat? 5 minuten genoeg? 3. De vergadering is geschorst dus. Ik constateer dat iedereen uit zichzelf weer is gaan zitten. Mag ik daaruit opmaken dat jullie eruit zijn, meneer Stelpstra? De 3 minuten zijn voorbij als het goed is. Voorzitter, wij blijven de moeite mee hebben dat het stuk zo laat is verstuurd. Wij vinden het dan ook niet netjes om nu de jaarrekening te behandelen. Wij willen dan ook een verzoek doen om dit op een ander tijdstip te behandelen.
dat zou wellicht een week later kunnen. Wellicht de volgende oriënterende ronde dat we iets eerder beginnen om het te behandelen. Ik bedoel, er zijn genoeg oplossingen te bedenken. Maar niet iedereen heeft het stuk goed kunnen lezen en doorgronden. Dus het voorstel blijft staan om het stuk voor nu van de agenda af te voeren. En even gewoon puur praktisch oogpunt. Ik kan me voorstellen, dat kost dan weer een extra avond. Is het ook een optie om dan bijvoorbeeld eerst op 24 mei oriënterend het te bespreken? En dan op 24 mei, want dan loopt het proces geen vertraging op. Is dat een bespreekbare... Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja? Ja. Zullen we dat... 24 mei, dan gaan we dat op die manier gaan we doen. Meneer Rodemond. Mag ik een kleine toevoeging dan? Mag ik dan in ieder geval wel ervoor pleiten dan om tussen de oriënterende ronde en die raad even voldoende ruimte te krijgen om eventjes datgene wat er in die O-ronde wordt besproken te verwerken in datgene wat er in de raad weer te plaats komt. Dat je niet 5 minuutjes hebt om even te schakelen als het gaat. Dat even nog als een kleine huishoudelijke mededeling. Opmerking nemen we mee richting de agendacommissie. Ja. Ja? Voorzitter, okay. Kunt u even het voorstel herhalen, want het is mij even Nou, eigenlijk is het heel eenvoudig. We behandelen dus vandaag het stuk behalve de jaarrekening. En dan doen we de jaarrekening in de oriënterende ronde van 24 mei. Nee. Voorzitter, het lijkt me beter om alle stukken... Je wil alles doorschrijven. Ja. En dat, oké. Okay. En wanneer dat... gaan we dat behandelen oriënterend en wanneer besluitvormend in de raad? Dat doen we dan dus op dezelfde dag. Oké, okay, de 24e. Ja. Oké. Nee, dan sorry, ik had het niet helemaal goed. Ik dacht dat u alleen de jaarrekening niet wou bespreken. Maar dan is het mij nu helder. Gaan we het op die manier gaan we doen. Want we waren nog maar bij agenda punt 2. Kan iedereen verder wel leven met de agenda? Dat is mooi. Dan gaan we naar agenda punt 3, het spreekrecht. Er hebben zich in totaal 5 mensen gemeld. 4 over hetzelfde onderwerp. Eén over een ander onderwerp. En we beginnen bij mevrouw Rauwenhorst. Zij is de directeur van CBS De Fontijn. Aan mevrouw Rauwenhorst het woord met de toevoeging dat er per persoon 5 minuten de tijd is om in te spreken. Goedenavond allemaal, geacht college, geachte leden van de gemeenteraad. Mijn naam is Janneke Rauwenhorst, directeur van CBS De Fontijn te Lutten. Een jaar geleden stond op de agenda van de gemeenteraad het punt Nieuwbouw CBS De Fontijn te Lutten plus gymzaal. Het idee was en is om gelijktijdig met de bouw van de nieuwe school ook de bouw van de nieuwe gymzaal mee te nemen. De huidige gymzaal is afgeschreven en aan vervanging toe. Door de gemeente werd het belang hiervan onderkend. En door als schoolbestuur zelf ook een bepaalde verantwoordelijkheid te nemen, door zelf financieel bij te dragen, heeft de gemeente uiteindelijk een krediet beschikbaar gesteld van 3 ton. De school zelf draagt 150.000 bij hiervoor. En de rest zou door geïntegreerd bouwen bespaard kunnen worden. Voor het vergelijk, een nieuwe solitaire gymzaal kost €750.000. Voorafgaand aan dit besluit is er door een extern bureau onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van dit plan. Dit is besproken met de wethouder. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een positief besluit binnen de gemeenteraad. Ik citeer uit het raadsbesluit van 14 april 2015. Gemeente ziet het schoolbestuur als een partner die de samenwerking met de gemeente zoekt en tegelijkertijd de eigen verantwoordelijkheid onderkent en neemt. Schoolbestuur steekt zelf ook zijn nek uit door deels zelf te investeren, maar ook de exploitatie van de gymzaal over te nemen. Tijdens de raadsvergadering werd het schoolbestuur geprezen en kreeg het de complimenten voor de manier waarop betrokkenheid gestalte werd gegeven. Vervolgens zijn de plannen verder uitgewerkt en is er tijdens het hele proces regelmatig contact en overleg geweest met de wethouder, dan wel met de beleidsmedewerker van onderwijshuisvesting. Op basis van transparantie en cijfers, inzage in de plannen en tekeningen, kon de aanbesteding na overleg met de gemeente van start gaan. Helaas viel de uitkomst van de aanbesteding behoorlijk tegen. Al met al is er een tekort op het totale project van €300.000.
Er is vervolgens door de gemeente onderzoek gedaan naar het plan op zich. Is er misschien te luxe gebouwd? Zijn er te veel gouden tegeltjes of gouden kranen gebruikt? Door een onafhankelijk onderzoeksbureau is dit uitgewerkt en de uitkomst was: nee, er is niet te luxe gebouwd. Het gebouw is een goede middenklasse dat niet gebouwd kan worden van het beschikbare budget. Daarna wilde de wethouder toch nog dieper inzoomen op het aantal vierkante meters. Bouwt de school te veel vierkante meters, meer dan de norm? Ja, de school bouwt te veel vierkante meters. Dit om een gebouw te realiseren wat klaar is voor de toekomst. Om te kunnen voorzien in de vraag naar kinderopvang, voor- en naschoolse opvang, peuteropvang. De ruimte kan tevens gebruikt worden voor het verplicht wordende onderwijs aan 2- of 3-jarige kinderen, wat in de toekomst wellicht een feit zal worden. Ook realiseert het schoolbestuur enkele flex werkplekken, datgene wat de toekomstige onderwijs vraagt. Tevens wordt er een kleine ruimte gerealiseerd, geïntegreerd in de hal van de school, waarin plaatselijke bibliotheek haar intrek kan nemen, zodat ook deze voorziening behouden kan blijven in het dorp en tevens dicht bij de kinderen wordt gebracht, wat van groot belang is. Worden deze extra vierkante meters dan ten laste gebracht van de gemeente? Nee. Deze kosten worden gefinancierd door de school zelf. De school draagt zelf 300.000 euro bij uit eigen verenigingsgelden. Dit bedrag staat in verhouding tot het aantal extra te bouwen vierkante meters. Na aanbesteding heeft het schoolbestuur het project gesplitst in 2 delen. School met voorschoolse voorzieningen plus bibliotheek en daarnaast het andere deel de gymzaal. Opnieuw is door een onafhankelijk bureau onderzoek laten doen naar de prijs van de vierkante meters van deze 2 delen. Uit dit onderzoek is gebleken dat de vierkante meters van de gymzaal veel duurder zijn dan de vierkante meters voor de school, waardoor het tekort is ontstaan. Is dit een tegenvaller? Ja, dit is uiteraard een tegenvaller. Over de financiële aspecten, de voor- en nadelen, zal onze voorzitter straks als vierde spreker nog een uiteenzetting geven. Toch ligt er nog steeds een enorme kans en moet er breder gekeken worden. Daarom wil ik het belang van het behoud van de gymzaal nog eens extra bij u onder de aandacht brengen. De zaal voorziet in een grote behoefte voor het onderwijs en zal naast de gebruikelijke gymlessen voor onze kinderen ook voor veel andere activiteiten gebruikt kunnen worden, zoals toneel, muziek en spel. De buitenschoolse opvang gaat de ruimte gebruiken. Tevens gaat de zaal dienst doen als multifunctionele ruimte voor vergaderingen van de school, projectavonden, vieringen en dergelijke. De zaal wordt ook gebruikt voor brede schoolactiviteiten. De brede schoolgedachte is geïnitieerd, gesubsidieerd en gestimuleerd in en door de gemeente Hardenberg en uitgerold binnen de fontein. Mevrouw Rauwers, u bent in principe al over uw tijd heen. Dus als u tot een afronding zou kunnen proberen... Meneer de voorzitter, we hebben een heel agendapunt geschrapt van de agenda. En de hele zaal zit vol met mensen die het graag willen vertellen. Dus wat mij betreft kunt u alle ruimte nemen hier. Ja, meneer Gerring, dat begrijp ik. Alleen het is ook wel te doen gebruikelijk dat we ons gewoon aan het reglement van orde houden. En ik denk dat u dat niet bepaalt, maar uiteindelijk de voorzitter. Dat klopt, meneer de voorzitter. U bent degene die de vergadering leidt. Ja, oké. Er zijn nog enkele sprekers die maar 3 minuten nodig hebben. Dus in totaal komen we gemiddeld weer goed uit. Ik ben al redelijk coulant. Dus, maar als u gewoon langzaam zeker tot de afronding... Ik zeg niet tegelijk dat u moet stoppen, maar als u langzaam zeker tot de afronding zou willen komen. De leerprestaties op brede scholen met meer faciliteiten worden beter. Dit wordt landelijk erkend. Volop ontwikkelingskansen bieden aan jonge kinderen. Zowel... tijdens als ook na schooltijd. Investeren aan de voorkant, zodat je daar later de vruchten van kunt plukken en kinderen minder vaak in de hulpverlening terechtkomen. Nog een paar punten uit de toekomstvisie van de gemeente Hardenberg. Voor de kwaliteit van onderwijs is samenwerking met peuterspeelzalen, kinderopvang, bibliotheken en sportverenigingen van belang. Gezamenlijk gebruik van gebouwen in kluis. In de politiek hoort inhoud centraal te staan. Strategische keuzes hebben financiële consequenties. Strategische keuzes zijn niet afhankelijk van het beschikbare geld, integendeel.
Deze toekomstvisie biedt een kader voor financiële consequenties. Geld is een middel, geen doel. Het gebeurt ook dat mensen initiatieven ontplooien met een publiek belang, zoals het organiseren van voorzieningen voor sport en welzijn via particulier initiatief. De gemeente kan dan helpen met de financiële bijdrage. De hoogte van die bijdrage is afhankelijk van de mate waarin de politiek gewicht toekent aan het publieke belang van deze zaken en van het draagvlak binnen de samenleving. We hebben contact gehad met de fracties, er waren veel kritische vragen en gaandeweg kwam er steeds meer begrip en waardering voor onze plannen. Zorg was echter wel, waar halen we het geld vandaan en scheppen we geen precedent? Het geld moet te vinden zijn, dat waren de woorden van de wethouder in een eerder stadium. We komen er wel uit. Precedentwerking, daar hoef ik niet bang voor te zijn. De situatie in Litten is uniek en duidelijk onderscheidend dan die van de andere dorpen of wijken. Je zult maatwerk moeten leveren, zoals ook aangegeven in de toekomst van de gemeente. Tot slot, waar vindt de gemeente een partner die bereid is om in totaal 450.000 euro bij te dragen? Hoe waardeert de gemeente een dergelijk burgerinitiatief, zoals genoemd in haar gemeentelijke toekomstvisie? Welke kans ligt er nu om de mooie woorden uit haar toekomstvisie om te zetten in daden? Kortom, wat is het de gemeente waard om op deze manier te investeren in de leefbaarheid van Lutten, een kans die slechts één keer in de 40 jaar voorbij komt? Wij doen bij deze een dringend beroep op de gemeenteraad om ons prachtige project weer te agenderen en om de afwijzing die we hebben gekregen op ons verzoek om te zetten naar een positieve beschikking. Ik dank u wel. Dank u wel, mevrouw Rauhorst. Mijn verzoek is om nog even te blijven staan. Stel dat er nog wat mensen zijn die vragen aan u hebben, dan kunt u daar nog antwoord op geven als u dat zou willen. Zijn er mensen met vragen in de raad? Mevrouw Jurik. Ja, dank u wel voor het mooie pleidooi wat we gehouden hebben. Dat ziet u als directeur van de basisschool. Onze fractie was in april vorig jaar ook heel enthousiast over school en ook over de mogelijkheid om het gymlokaal voor Lutten te behouden. Daar hebben wij ook met heel veel plezier, denk ik, als raad 3 ton voor beschikbaar gesteld. Want ja, geïntegreerd bouwen zou gewoon veel goedkoper zijn. Straks komt een schoolbestuurder, denk ik, uitleggen wat dan het verschil in die vierkante meters is. Maar stel dat u nou als school, hè, u heeft er ook een mooie speellokaal in die school gecreëerd. Stel dat u dat nu zou moeten inleveren voor het gymlokaal. Zou de school daartoe bereid zijn? Dat is een vraag. En ja, u zegt geld is een middel, geen doel. Ja, we krijgen natuurlijk wel heel veel verzoeken waar geld misschien geen middel is, maar geen doel. Maar we hebben wel met een budget te maken. En er zijn natuurlijk heel veel dorpen en kernen en andere activiteiten die wij natuurlijk ook moeten bekostigen. Dus wat dat betreft, ja, daar zitten wij ook voor als raad om budget beschikbaar te stellen. Daar zal ook begrip voor moeten zijn. Maar mijn belangrijkste vraag is nu van dat speellokaal. Ja, oké, dank u wel. Het feit dat u zegt als laatste dat geld geen middel is, maar een doel, dat staat in uw eigen toekomstvisie. Daar heb ik dat in gelezen. Dus dat zijn uw eigen woorden eigenlijk. Dat was het ene punt. En het andere punt is, wij bouwen geen speellokaal. Dat hebben wij al ingeleverd. En daarvoor in de plaats komt dus het gymnastieklokaal. Dus het is niet en-en. Het speellokaal is al ingeleverd. Ik hoop dat dit de vragen zijn die ik beantwoord kan. Meneer Ruiling. Ja, mevrouw Rauhorst, ook nog een vraag. Misschien heb ik het niet helemaal goed begrepen, maar de aanbesteding is geweest en toen heeft u een extern bureau een onderzoek laten doen. Heeft u dat als schoolbestuur zelf gedaan? Is dat in samenspraak met de gemeente gebeurd of heeft de gemeente ook een extern onderzoek laten uitvoeren? Er zijn meerdere onderzoeken aangevraagd. Het eerste onderzoek is door de gemeente aangevraagd. Dat was toen de aanbesteding net bekend was. En daar kwam een bepaalde uitslag uit. Hè. Je bouwt een goede middenklasse, maar niet te luxe. Dat was het onderzoek wat door de gemeente is gehouden. En het tweede onderzoek was de splitsing in 2 delen. Het schooldeel en het deel van de gymzaal. En dat is door het schoolbestuur zelf in werking gezet. Ja, nog aanvullend. Weet u wat die middenklasse dan kostte? Dat kan ik u zo niet zeggen. Dat zal onze voorzitter denk ik zo meteen paraat hebben.
parkeren we die vraag nog eventjes. Ik had meneer Rodemond daarover over het hoofd gezien, sorry. Mogelijk was ik zelf wat traag. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Rouwenhorst, u schetst een plan waarin u naast een school en gymzaal ook andere voorzieningen realiseert in de nieuwbouw. Kunt u even voor de school zelf schetsen wat het zou betekenen als die andere voorzieningen zouden vervallen uit dit plan? U bedoelt ten aanzien van het onderwijs? Ja, nou, de ruimte die wordt natuurlijk breed ingezet. Het is niet alleen een gymzaal voor de gymnastiekuren, maar ook voor toneel, voor spel, voor dans, voor judolessen, voor sporttoernooitjes. Dus naast het gebruik onder schooltijd door de kinderen, de gewone gebruikelijke gymlessen, is er natuurlijk ook gebruik na schooltijd. En ja, zoals ik al zei, brede schoolgedachte, hè, dat is ooit hier ook begonnen in Hardenberg. Daar doen wij aan mee als school. En die ontwikkeling zouden we heel graag verder uit willen breiden. Als wij dat niet meer kunnen doen, dan vervallen er een heleboel activiteiten die een nadeel zijn van de ontwikkeling van onze kinderen. Dus het zou gewoon heel erg jammer zijn. Daarbij ja, verlies je een stukje leefbaarheid in je dorp, maar daarover zal zometeen een andere spreker nog iets vertellen. Mevrouw Van Hoek. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Rouwenhorst, sorry dat ik nog niet bij u ben geweest, heb ik net met u over gehad. Anders had ik deze vraag persoonlijk op dat moment aan u gesteld. U noemde net voor- en naschoolse opvangfaciliteiten die eventueel mogelijk zouden zijn in die extra ruimte. Zijn dat bedrijfscommerciële activiteiten en is daar ook een financiële injectie te behalen? De ruimte die wij daarvoor meenemen, daarvoor hebben wij een andere partner benaderd die die ruimte van ons gaat huren. Dus dat staat los van onze school. Maar daaruit genereren wij wel inkomsten. Mag ik hier een afvraag? Als ik dan heel creatief nu denk, zou het dan denkbaar zijn dat die huuropbrengsten dekkend zouden moeten zijn voor die extra investering? Dat het... Die inkomsten die zijn zeker nodig om de exploitatie in de toekomst weer rond te kunnen krijgen. Mevrouw Hof. Dank u wel, voorzitter. Over betrokkenheid hadden wij sowieso al geen twijfels, nog van het schoolbestuur, de schooldirectie en het dorp. Nou, dat blijkt vanavond ook maar weer duidelijk. Bij de andere sprekers zal ik ook nog wel wat vragen hebben. Ik heb er voor u in ieder geval één over precedentwerking. U zegt van nou, daar zijn wij niet bang voor. Daar wil ik graag even wat meer van u over horen als dat kan. En mijn tweede vraag gaat over de huuropbrengst van die andere partner. Mijn vraag is hoe bestendig is hij? Dus voor hoe lang is hij en zijn daar echt harde afspraken over gemaakt? Nou, ten aanzien van de precedentwerking. Ik denk dat het wel heel bijzonder is in Lutten dat er een partner is die zelf 450.000 euro gaat bijdragen. Ik denk dat je dat in andere plaatsen niet zo gauw zult vinden. De gymzaal in ons dorp is 48 jaar oud, is compleet afgeschreven, daar moet iets mee gebeuren. Dat is in andere dorpen ook niet het geval. De gymzaal zal dan gesloopt worden. De grond die dan vrijkomt, brengt weer een aanzienlijk bedrag op, wat, nou ja, als het ons ligt, weer gebruikt gaat worden voor ons project. En ten vierde, wat natuurlijk ook erg belangrijk is, de school neemt de volledige exploitatie over. Dat is toch ook wel iets bijzonders. Ik denk dat daarmee toch wel veel argumenten duidelijk zijn waarom het geen precedent hoeft te worden. En een andere vraag, de partner. Daar zijn afspraken over. Alleen ja, voor hoe lang? We hebben het niet voor een heel langjarig contract kunnen vastleggen, omdat de markt natuurlijk wel in werking is. Maar voor de eerste komende 3 tot 5 jaar, moeten we toch van uit kunnen gaan dat deze partner aan ons gebonden is. Wat als, dat heeft daar direct verband mee, voorzitter, als ik zo vrij mag zijn. Wat nu als die partner zegt na een jaar of 4 van we gaan eruit, wat gebeurt er dan? Ja, dat is wel een aandachtspunt van ons. Daar kan ik u nog niet volledig antwoord op geven. Oké, tot slot meneer Dokker. Voorzitter, het is even ongebruikelijk, maar ik was wel even wat verduidelijking over die precedentwerking waar mevrouw Hof het over had. Want
presidentwerking zit in de school, niet in het gymlokaal. Een grotere school met meer vierkante meters, daar zouden andere scholen hun presidentwerking aan uit kunnen. Hey, die school in Lutten heeft dat, dus wij willen dat ook niet, het gymlokaal. Zo hebben wij dat elke keer ingestoken en meerdere fracties. Ja, en daarvoor betalen wij dus zelf ons eigen aandeel, hè? Wat in verhouding staat tot die extra vierkante meters. Ja, dank voor de verheldering. Meneer Doch. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Ramos, dank u wel voor de inspraak. Een heel duidelijk verhaal. Op een gegeven moment ging u in op de gesprekken die u hebt gevoerd met de ambtelijke organisatie, met de wethouder, in december, als ik het goed heb begrepen. Waarbij u aangaf dat op dat moment de wethouder aangaf van gaat u maar door met dit plan in de aanbesteding. En dan is mijn vraag, lag toen al zeg maar het plan voor met de oppervlakten en de lokalen, de hoeveelheid lokalen zoals die dus nu uit de plannen blijkt. Met andere woorden, met al die extra vierkante meters ten opzichte van wat oorspronkelijk de bedoeling was. Is de wethouder dus vanuit dat plan uitgegaan en nu gestimuleerd van gaat u maar door? Het antwoord is ja. Oké, tot zover de vragen aan u. Dan dank ik u hartelijk. En gaan we naar de volgende inspreker. Dat is de voorzitter van de plaatselijke belangen in Lutten. En dat is de heer Makkinga. Daar bent u. Aan u het woord. Ik zal stapwaarts aanzetten. Geachte college en gemeenteraadsleden. Mijn naam is René Makkinga, voorzitter van plaatselijke belang Lutten en bestuurslid van de initiatiefgroep Lutten Leeft. Sinds maart jongstleden trekt plaatselijk belang Lutten samen op met het bestuur van CBS De Fontijn om gesprekken te voeren met het college en verschillende fracties van de gemeenteraad. Vandaar de inbreng van plaatselijk belang in deze oriënterende ronde. Een korte terugblik voor u om het geheugen op te frissen wie wij zijn als Luttenaren. Begin 2015 heeft Lutten samen met buurschap Keijendorp plaatselijk belang Oud-Lutten de initiatiefgroep Lutten Leeft opgericht. Lutten Leeft heeft een 25-jarenplan ingediend, waarmee wij de duurzaamheidsprijs in de wacht hebben gesleept. Lutten is hiermee de meest duurzame kern van de gemeente Hardenberg. Nadien zijn er verschillende projectteams aan de slag gegaan en zijn de eerste opgeleverd, zoals de buurtkamer in het dorpshuis en in vergevorderd stadium de materiotheek, het oprichten van een ondernemersclub en niet te vergeten een totaal vernieuwd dorpshuis dat door alleen vrijwilligersuren is gebouwd. Met bijna 1100 vrijwilligersfuncties in Lutten, Oud-Lutten en Keijendorp zijn we vooruitstrevend wat betreft de leefbaarheid van ons dorp en willen dit op een duurzame wijze tot uitvoer brengen. Dat is historie. Nu gaan we vooruitkijken. Dat betekent waarmaken wat Lutten heeft beloofd in het duurzaamheidsplan. Het slagen van projecten van een duurzaamheidsplan is draagkracht creëren onder de bewoners. En volgens mij hoef ik daar niks over uit te leggen. We hebben ook in Lutten te maken met het in goede balans brengen van de leeftijdsgroepen tussen jong en oud. Hier hebben wij als Lutten Leeft onze pijlers opgericht en onze plannen opgeënt. Tijdens het schrijven van het duurzaamheidsplan Lutten Leeft is er een enquête gehouden onder de bewoners waarbij met stip op nummer 1 staat nieuwbouw van de basisschool, inclusief brede schoolactiviteit, bibliotheek en gymzaal. En op nummer 2 staat het voorzien in nieuwbouw van statuswoningen en seniorenwoningen. Betaalbare woningen voor de jeugd en geschikte woningen voor senioren. Voor veel senioren is het van belang in Lutten de vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Afgelopen jaar hebben we meerdere bijeenkomsten gehad in de samenwerking met de gemeente Hardenberg, waarbij een grote opkomst aanwezig was van de belangstellende doelgroepen jong en oud. Een van de belangrijkste projecten in ons duurzaamheidsplan voor Lutten Leeft is het kindcentrum van 0 tot 12 jaar. In de breedste zin des woords. Met inachtneming het people, planet en profit principe. Dit plan is er en had ook in de gemeenteraad voorkeur gezien het akkoord van 14 april vorig jaar. Voor Lutten is dit een megaproject
waar ook weer de P van People in naar voren zal komen, door de inzet van veel enthousiaste vrijwilligers en draagkracht van de inwoners. Om aanbod aan starterswoningen aan te blijven kunnen, is nieuwbouw nodig en we zien senioren vertrekken naar de grotere kernen. Terwijl dit niet de directe wens is van deze doelgroep, refererend aan ons duurzaamheidsplan. Door het voorzien van voldoende en goede seniorenwoningen zullen we zien dat er meer woningen vrijkomen voor de doelgroep 25-45 jaar met goede doorgroeimogelijkheden, een optimaal doorschuifsysteem. Het aantal jonge kinderen voor basisonderwijs stijgt het afgelopen jaar het snelst in Lutten. Maar een deel hiervan gaat naar omliggende kernen door betere voorzieningen dan de huidige school in Lutten. Volop kansen dus en bestaansrecht voor een goede basisschool met hoge kwaliteit en sociale voorzieningen. Iedere week op en neer reizen naar Slagharen om een gymles te volgen vinden wij niet duurzaam. Vandaar dat wij als plaatselijk belang tegen het plan van de gemeente zijn om vierkante meters in te leveren, waarbij de gymzaal waarschijnlijk zal verdwijnen. Behoud van de gymzaal draagt niet alleen bij aan de kwaliteit van de school, maar ook in de leefbaarheid voor Lutten en de omgeving in algemene zin. Simpele kostenberekeningen laten zien dat kostenneutraal een nieuw geïntegreerde gymzaal gebouwd kan worden en op langere termijn zelfs met mindere kosten. Dat noemen wij duurzaam samenleven. Door de unieke samenwerking van de schoolvereniging als partner van de gemeente doet deze mogelijkheid zich voor. Deze kans om 1. Een brede school met alle voorzieningen voor de toekomst en 2. Ruimte voor woningvoorziening op de locatie van de bestaande gymzaal op korte termijn voor met name senioren mogen wij dus niet laten lopen. Deze kans doet zich maar eens per 40 jaar voor. Wij als bestuur van plaatselijk belang willen dan ook vragen om dit punt over 2 weken op de gemeenteraad te zetten. Ik wil namens het bestuur van plaatselijk belang mijn complimenten uitspreken naar de bouwcommissie van de Fontein, die nu al zo lang bezig zijn om het plan te ontwikkelen, gesprekken te voeren, budgetten samenstellen en ook nog eens een school draaiende moet houden. Zij verdienen een hoger budget. Tijd is een gevaar die op de loer ligt. We moeten samen de verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat er snel een positief besluit wordt genomen, aangezien er veel gezinnen zijn die afwachten en anders elders een school zullen kiezen. U als gemeente heeft net als wij leefbaarheid van de kleine kernen hoog in het vaandel staan. Wij zijn er klaar voor. Lutten leeft. Dank u wel. Dank u wel, meneer Makking. Gaan we wederom een vragenrondje doen. Ik ga nu de andere kant langs. Meneer Dogger. Dank u wel, voorzitter. Meneer Makkinga, ik heb één vraag voor u. U haalde aan het dorpshuis. Als ik goed geïnformeerd ben, maar als het anders is, dan corrigeert u me wel. Zit daar op dit moment de peuterspeelzaal. En zou een kindvoorziening van 0 tot 12 jaar in de brede school, als ik het zo mag zeggen, niet leiden tot problemen bij de exploitatie van het dorpshuis? De kans is dat we straks 2 organisaties hebben in Lutten, waarvan de één wel brede voor- en naschoolsopvang biedt en de ander niet. Het dorpshuis heeft aangegeven dat ze zonder deze organisatie rond kunnen komen. Mevrouw Hof. Ik heb een aanvullende vraag daarop, want meneer Dogger heeft al een beetje het gras voor mijn voeten weggemaaid, maar u had het ook nog over andere activiteiten die in die gymzaal zouden kunnen plaatsvinden. Zijn dat ook activiteiten die dan ten koste van het dorpshuis gaan, even los van die peuteropvang? Of speelt dat niet? Zijn dat weer andere activiteiten? Nee, dat speelt niet. Nee, wat nu s'avonds en nu al in de gymzaal zit, 4 avonden in de week, ongeveer 11, 12 uur. Zijn sportactiviteiten die niet in het dorpshuis plaats kunnen vinden. Nee, dat snap ik, dat is nu. Maar in de nieuwe gymzaal, dat hoorden we mevrouw Rauwenhorst net ook vertellen, daar kan van alles, van allerlei andere dingen plaatsvinden. Waaronder misschien ook toneelvoorstellingen, dat soort dingen. Gaat dat ten koste van het dorpshuis of voorziet u dat ook niet? Nee,
Nee, de ruimtes zijn wat dat betreft niet vergelijkbaar. Mevrouw Verhoek. Dank u wel, voorzitter. Meneer Makkinga, u heeft het over een aantal leerlingen aan het stijgen is in Lutten. Dat is volgens mijn informatie in tegenspraak met de dalende leerlingaantallen die we overal zien. Over hoeveel leerlingen hebben wij het dan op dit moment? Nou, we weten dat de bewoners in Lutten het afgelopen jaar van 0 tot 15 jaar 5% is gestegen. Maar die gaan niet allemaal bij ons naar school. D66, meneer Rodewald. Voorzitter, dank u wel. Meneer Makkinga, even een vraag over een aantal punten die u aanhaalt buiten de nieuwbouwplannen om. U heeft het over het voorzien in een woonbehoefte. En u praat ook over leerlingenvervoer. Mocht er geen gymzaal meer in Lutten zijn, dan moeten ze in Slagharen zijn. Haalt u dat aan omdat u verwacht dat daar rendement voor de gemeente uit te halen valt? Ten bate van dit plan. Ja, zeker. De school heeft aangegeven, mevrouw Rouwenaars heeft net aangegeven, dat ze de totale exploitatie overnemen wanneer de gymzaal nieuw gebouwd wordt aan de school. Die zijn weg. Wanneer we niet naar Slagharen hoeven, heeft de gemeente die kosten dus niet. Aanvullend vraagje daarop, die exploitatie, mogelijk kunt u daar ook eventjes in helpen. Mevrouw Makkinga gaf al aan van ja, we hebben in ieder geval nu een partij die voor een relatief korte periode een toezegging heeft om huurder te zijn. Dat scheelt al wat. Heeft u beeld binnen Lutten of er voor langere periode die exploitatie goed draaiende gehouden kan worden, eventueel met andere partijen? Kunt u daar iets over zeggen? Ja, nou, we zijn als Plaats van Belang sinds februari-maart pas aangesloten bij het bestuur van de CBS. Omdat we er als Plaats van Belang vanuit gingen dat de gymzaal zou komen. Dus hebben wij ons daar ook niet mee bemoeid. Dat gaan we dus nu wel doen. We hebben wel het idee dat wij daar meer draagkracht in krijgen. We hebben een aantal aanvragen gehad. Een judoclub, een tennisclub, etc. Er zijn niet heel veel uren nog. Maar wij denken ook aan senioren. De senioren die kunnen s'avonds ook beweging creëren in de gymzaal. En dat is ook een van onze pijlers van Lutten Leeft. Oké, koers. Geen vraag tegen de arbeid. Ook niet. Dat betekent dat ik u ook mag bedanken voor Dank uw bijdrage. We blijven in Lutten. We gaan naar de huisarts van Lutten. Dat is meneer Meijer. Geachte leden van de gemeenteraad, geachte college, mijn naam is Erik Meijer, ik ben huisarts in Lutten. En bij deze wil ik u danken voor de gelegenheid om de gezondheidsbelangen van de plannen van de school toe te lichten. De huidige gymzaal heeft 40 jaar dienst gedaan en nu moet het besluit worden genomen dat waarschijnlijk gevolgen heeft voor de sportvoorzieningen in Lutten in de komende 40 jaar. Een negatief besluit over de gymzaal zou dus gevolgen hebben voor de gezondheid van kinderen en kleinkinderen van de huidige Luttenaren. Een van de grote zorgen is de matige gezondheidstoestand van onze jeugd en jongeren. Onze cultuur van steeds meer zitten wordt ook wel het nieuwe roken genoemd. Internationaal en landelijk is het een aandachtspunt. En ook in het regioproject Vitaal Vechtdaal, waarin u als gemeente deelneemt, wordt dit probleem genoemd. Daar worden voorstellen gedaan om de jeugd te stimuleren, meer te bewegen en het belang daarvan genoemd voor hun lichamelijke ontwikkeling en ook voor de sociale omgang. Door aandacht voor bewegen in de jeugd worden sociale en gezondheidsproblemen voorkomen en investeren daarin is dus een blijk van investeren in de toekomst. Sinds 2006 is in het middelbaar onderwijs het aantal uren bewegingsonderwijs wettelijk vastgelegd. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die goed zijn in motorische taken een significant grotere kans hebben ook goed te zijn op schoolse taken als lezen, spellen en aandacht. In het huidige regeerakkoord staat: het kabinet streeft naar meer gymlessen per week in het primair onderwijs. Daarom heeft de staatssecretaris van Onderwijs een plan van aanpak bewegingsonderwijs aan de Kamer gezonden. Doel is dat scholen vanaf 2017 minimaal 2 lesuren bewegingsonderwijs per week gaan bieden. Waar mogelijk streven scholen naar 3 lesuren bewegingsonderwijs. Van de school wordt dus gevraagd deze uren mogelijk gemaakt te maken
van de gemeente wordt gevraagd groene initiatieven te ondersteunen. Er is in de Tweede Kamer een initiatiefwet van Van Nispen om bewegingsonderwijs op de basisscholen verplicht te stellen voor 3 uur in de week. In de memorie van toelichting lezen we: bewegen is iets dat je net als rekenen en schrijven moet leren. Dat gaat niet vanzelf. Als we het belangrijk vinden dat alle kinderen voldoende bewegen, ongeacht hun sociaal-economische achtergrond, dan ligt het voor de hand dit te organiseren op de plaats waar alle kinderen samenkomen, namelijk op school. Op die manier krijgen alle kinderen kansen, niet alleen de kinderen van ouders die er belang van inzien en er het geld voor over hebben hun kinderen in de sportvereniging te brengen. De fysieke beschikbaarheid van een eigen gymlokaal is dus essentieel. Iedereen snapt dat het voor kinderen ondoenlijk is om elke keer op de bus te wachten en in de bus te zitten om de door de regering belangrijk geachte uren bewegingsonderwijs in een andere plaats te moeten volgen. Uit de nulmeting bewegingsonderwijs in het primair onderwijs uit 2013 door het Müller Instituut blijkt dat de situatie en ontwikkeling van bewegingsonderwijs en sport op de basisschool sterk verschilt per regio. In de grote steden worden meer lesuren gegeven en vaker vakleerkrachten ingezet. In krimpgebieden en in het zuiden gebeurt het veel minder. Naast het actief beleid van scholen zelf is het gemeentelijk beleid hierin een duidelijke factor. In de plannen van Vidal-Vachtal laten de gemeenten zien hoe zij regionaal met partners uit het veld ziekte wil voorkomen op de werkvloer. In het onderwijs en in de woonomgeving en met zorg en welzijn burgers ondersteunen bij het voorkomen van ziekte. Op de website lezen we: om minder ziekte, eenzaamheid en afhankelijkheid te hebben en meer gezondheid, zelfredzaamheid, welzijn en participatie te krijgen, is een aanpak met alle verantwoordelijke partijen noodzakelijk. Een andere manier om met elkaar te werken levert niet direct resultaat. Alleen lange termijn planning en stabiel beleid leveren effect op. We kunnen het stijgen van kosten voor ziekte alleen beheersen door het bevorderen van een gezonde leefstijl vanaf de jeugd, tijdens opleiding en in werk en gezin. Op termijn kunnen we dan een aantal nieuwe chronische zieken verminderen, chronisch ziek zijn later laten beginnen en daarmee de vraag naar chronische zorg beheersbaar houden. De regering en de mooie plannen van Vidal-Vachtal kijken ook juist naar de opbrengsten op de lange termijn. Het zou daarbij onvergeeflijk zijn indien de gemeente bij het nemen van deze belangrijke beslissing slechts let op de investeringen en de opbrengsten op de korte termijn. Dank u wel. U ook bedankt. Wellicht zijn er nog vragen aan de heer Meijer? Ja, dan is het duidelijk. U heeft een heel duidelijk verhaal verteld. Dank u wel daarvoor. Goed. Dan gaan we naar de heer Van der Belt. Hij is voorzitter van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in Lutten. U heeft een stikje. Ja, maar gaat het van mijn tijd af? Nee, okay. Tijd gaat pas in als u begint te praten. Oké, dan zeg ik even niks. Ik heb overigens voor iedereen straks een exemplaar, maar dan kunt u even meelezen. Dan moet u denken. Ja, geen stikjes. Nee. Kijk. Moet u ook aan de centjes denken. Ja, ik moest even een kleine technische handeling verrichten, maar dat is inmiddels gelukt. Gaat uw gang. En nu? Er zit geen printer op aangesloten op... Nee, maar ik heb wel printjes. Oh, dat is hartstikke goed. Wacht even, dat is een technische man. Ja. Waar zouden wij zijn zonder meneer Stelstra? Is dat een retorische vraag? Zo weten. Ja, ik zie het wel, dus... Goed, ga de gang. Geacht college, geachte leden van de gemeenteraad. Mijn naam is Jacques van der Belt, voorzitter van CBS De Fontijn te Lutten. Als laatste spreker wil ik graag nog eens de financiële kant van het verhaal proberen uit te leggen. Hiervoor heb ik een financieel overzicht gemaakt om het duidelijk te maken. Deze zal ik straks aan u geven, dan voor iedereen wat. Bij het raadsvoorstel van 14 april 2015 is uitgegaan van bouwkosten van totaal 1,65 miljoen. Waarvan 150.000 door het schoolbestuur zou worden bijgedragen. Als toelichting bij het raadsvoorstel wordt nog aangegeven, ik citeer: het bestuur draagt in ruime mate bij aan het haalbaar maken van de realisatie en exploitatie van de school annex gymlokaal. Niet alleen een deel van het investeringsbedrag,
maar ook neemt het bestuur de exploitatie op zich. Naarmate het proces vorderde, werd het steeds duidelijker dat het budget wel eens overschreden kon worden. Onder andere de verlaging van de EPC-waarde was een van de argumenten voor ons om dit aan te geven aan de ambtenaar en de wethouder. Door hun werd aangegeven dat we eerst de aanbesteding gingen afwachten en dan verder zouden kijken. Uiteindelijk, na de aanbesteding, blijkt het toch tegen te vallen. In het raadsvoorstel werd nog aangegeven, de aanbesteding is altijd een onzekere factor. Vooralsnog lijkt de markt erg gunstig, echter gunstig. Eind 2015 was de markt dus niet meer zo gunstig. Uit een aanbesteding bij meerdere aannemers en installatiebedrijven bleek dat de bouwprijzen weer gestegen waren. Tevens werd middels de bouwvergunning aangegeven dat we een 20-tal parkeerplaatsen moesten aanleggen op het schoolterrein. Dit is een van de redenen waardoor de algemene kosten gestegen zijn. We hebben Dion, een partij met veel expertise in bouw, verbouw en beheer van vastgoed, gevraagd om te kijken welk deel van de aannemsom betrekking heeft op de gymzaal. Ze kwamen op een bedrag tussen de 605 en 726.000, inclusief btw. In de berekeningen ben ik uitgegaan van het gemiddelde bedrag, 665.500. Vergeleken met het bedrag bij het raadsvoorstel van 450.000 euro, is dit wat ons betreft de grootste boosdoener voor de hogere aannemsom. Om tot een oplossing te komen voor het ontstane verschil, stellen we het volgende voor. De verhoging van de VNG-norm per 1 januari 2016, die totaal 40.000 euro is. Ons is ben je dat als gemeente verplicht om dat te vergoeden. Verder de hogere algemene kosten van 108.000 euro. Volgens de norm van de VNG worden de algemene kosten op basis van werkelijke kosten vergoed. Blijft over een verschil van 150.000 euro. Een van de voordelen van de gemeente is dat bij doorgang van het project de grond van de huidige gymzaal verkocht kan worden. Hier is in Lutten reeds belangstelling voor getoond. Het eventuele verkoopbedrag kan dus direct worden verrekend met dit verschil, zodat dit deel van de extra vergoeding niet hoeft te worden geleend. Na verrekening van dit deel blijft er nog een geringe vergoeding per jaar over, welke niet in verhouding staat tot de eventuele vervoerskosten naar Slagharen. Ik hoop dat deze financiële onderbouwing voor een ieder duidelijk is. Mochten er vragen zijn, dan hoor ik dat graag. Wil ik nog eindigen met het volgende. Stel dat het college van BMW en u als raad kiest om het plan geen doorgang te laten vinden, dan betekent dit dat ze blijven zitten met een oude, afgeschreven gymzaal. Dus voorlopig geen opbrengst van de grondopverkoop. En de sloop zul je zelf moeten regelen. Daarbij komen dan de vervoerskosten van onze leerlingen van het gymonderwijs de komende 40 jaar. Resumerend, nu de keuze voor een extra budget waarbij je een investering naar voren haalt en waarbij de exploitatie de komende 40 jaar voor de gemeente vervalt. Of de komende 40 jaar niet duurzame vervoerskosten betalen. Tevens komen de kosten die we nu al samen hebben gemaakt, architect- en leesjeskosten, nogmaals terug, want de uiteindelijke bouw van de nieuwe school wordt hierdoor nog verder vertraagd en waarschijnlijk weer duurder. Willen we dat met z'n allen? Wij als schoolbestuur zijn van mening dat wij niet iets onredelijks van u vragen. U ziet dat wij als bestuur onze nek durven uit te steken en voor een duurzame oplossing te kiezen voor zowel de Lutte bevolking als voor onze gemeente Harderberg. Wij hopen en rekenen op een constructieve oplossing waardoor de bouw zo spoedig mogelijk kan beginnen. Bedankt voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Van der Belt. Ga ik wederom een vragenrondje doen. In linksom zien mevrouw Juring een beetje twijfelen. Nee, ik heb niet een specifieke vraag. Oké. Meneer Rodemond wel. Voorzitter, dank u wel. Als ik uw verhaal goed begrijp, hebben we een gat in de begroting tot nu toe van rond de 2 ton. Wat u probeert te dekken met de verkoop van grond. Deels dat de gemeente nog wat bijlapt vanwege gestegen kosten en die VNG-kosten. Nou, het verschil. Kijk, de aanbesteding hebben we geweest. We hebben het hele project aangegaan.
In totaliteit hebben wij als school gezegd, wij doen nog 450.000 euro. Ja. Ja, in december, dat mag ik best weten, in eerste instantie hebben we gezegd 300.000 euro. Ja. In december hebben we nog gesprekken gehad met de ambtenaren. Toen hebben we gezegd, we doen nog 150 en dan houdt het voor ons op. Ja. Dus bleef er een gat over van 300.000 euro. Akkoord. En dan gaan we kijken van waar ligt het aan, ja. Ja? En waar kunnen we u als gemeente overtreffen. Of in ieder geval, u had ook zelf kunnen zeggen van ja, de VEG-norm is aangepast, dat gaan wij doen. Maar dat hebben wij voor u uitgezocht. Dus. Nee, dank u daarvoor. Ja, sorry. Nee, ik wilde even toe naar het volgende. Want u zegt van nou ja, we leggen een deel van de gestegen kosten, dat wil zeggen bijna alles neer bij de gemeente. En we hopen op de verkoop van de grond en dan blijft er nog een plukje over. Dat was uw verhaal. Maar, ja, dat klopt. Maar dan moeten we even die 150 die wij in december passen, nee, dat is na aanbesteding. Dat is een prachtig verhaal en u bent heel duidelijk daarin. Alleen waar ik naartoe wil is het volgende. Er is ook aan mij verteld toen een afvaardiging bij onze fractie op bezoek is geweest. Van ja, mogelijk blijft gewoon dat forse bedrag staan. Mogelijk is dat geen 3 ton, maar wordt dat 2 ton inderdaad door verkoop van de grond. Maar goed, dat we dat niet met elkaar kunnen oplossen. Een oplossing die toen werd aangedragen en die ik graag aan u wil voorleggen, was de exploitatie van het gebouw. Dat er dus ook nog inkomsten kwamen, zodat we op termijn dat geld terug gingen verdienen. Maar, ja? U wil ons, ja, maar wij hebben zelf dan de exploitatie nemen over. Ja, klopt. Dus en die, waar moeten wij dan nog geld aan doen? Nee, dan begrijpen we elkaar misschien. Ja. Maar ik ben ook aan het zoeken. Dat scheelt de gemeente dus geld. Dus, want wij nou, hebben die exploitatie van de. Als u het raad voorstelt, is vorig jaar, ja. Ik heb het ook naar u bijgenomen, is er al 10.000 euro per jaar is al ten gunste gekomen van de begroting. Mm-hmm. Is dat een verschil in de kosten? Ja. Dus. Nou ja, precies. Daar wil ik eventjes naar dat kijken. Maar dat was vorig jaar al bekend. Ja, ja. Prima. Oké. Nee, ik probeerde even wat te verhelderen, maar mogelijk lukt dat even vanavond niet. Maar ik dank u in ieder geval voor uw inbreng. Ja. Ja. Oké, meneer Reiling. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dat Lutten leeft, dat mogen duidelijk zijn. Ik zou bijna spijt krijgen van het feit dat ik er 3 jaar geleden uit vertrokken ben. Nou, je mag je huis wel weer verkopen, hoor. Ja, mijn voorzitter zegt dat u waarschijnlijk applaudisseert dat ik ben weggegaan. Dank u. Kunt u beter tot uw punt komen, anders wordt het wellicht heel pijnlijk inderdaad. Ja, maar dat kan ik wel verdragen, denk ik. In de brieven van 16 maart, die u gehad heeft van de wethouder, daarin nodigt de wethouder u uit voor een gesprek. In december heeft dat gesprek plaatsgevonden, toen werd er gesuggereerd dat geld dat vinden we. Heeft dat gesprek alweer plaatsgevonden en heeft dat tot enig vruchtbaar resultaat geleid? Nee, ja, dat gesprek heeft telefonisch. Ik heb 2 keer contact gehad met de wethouder daarover. We waren een verschil van mening. De wethouder gaf de hele tijd aan, jullie bouwen te veel vierkante meters en daardoor is het zo duur geworden. Terwijl wij dus aangeven van nee, dat is niet zo, het zit hem in de gymzaal. Nou, dan zit je in een spagaat, dan kun je nog wel een keer met elkaar in gesprek. Maar het raadsvoorstel lag er en dus hebben wij uiteindelijk samen met de wethouder besloten om het weer terug te geven naar de raad. Dus zodoende. Ja, dank u, dat is duidelijk. Ik heb nog een vraag staan die ik aan mevrouw Rauwenhorst heb gesteld. De middenklasse, zoals die beoordeeld is door het onderzoeksbureau van de gemeente. Weet u ook wat daar de aannemsom van zou zijn geweest? Nee, dat is waarschijnlijk de aannemsom die we hebben. Want die was al bekend. De aanbesteding is geweest in november. Met het bedrag van de aanbesteding is Dion aan het werk geweest, ja, op verzoek van de gemeente, om te kijken of wij ook gouden tegeltjes. En die gaf aan van goede middenklasse. Dus dat was met de huidige aanbestedingsprijs. Ja, nou. Het antwoord is niet helemaal bevredigend, omdat mevrouw Rauwenhorst aangaf dat de gemeente zelf ook een onderzoek had uitgevoerd. Dus dat bedrag komt eruit, van Dion. Het eerste wat we net hadden gezegd, hè, dat van Dion, dat eerste, ja, toevallig is 2 keer Dion, dat is misschien weer heel verwarrend. De aanbesteding is geweest,
Daarna heeft de wethouder gezegd van, nou gaan we het even laten toetsen door Dion om te kijken of u gouden tegeltjes, hè, met het bedragen van de aanbesteding. En zo is dat eruit gekomen en er kwam uit een goede middenklasse. Ja, nee, prima, dat is duidelijk. De voorzitter van Plaatsen Belang gaf aan dat hij het heel graag over 14 dagen op de agenda geplaatst wilde zien, dit voorstel. Hoe wilt u dat concreet maken? Gaat u binnen deze 14 dagen nog met de wethouder in gesprek om te kijken of er een voorstel geformuleerd kan worden? Ik denk niet dat wij met de wethouder daarin over gesprek gaan. Dus ik denk dat we moeten verwachten dat iemand van jullie opstaat en zegt van Lutten leeft. Voorzitter, dan moet u wel bevinden. Wil ik de vraag via meneer Van der Belt eigenlijk ook aan het college, of het college deze handschoen wil oppakken. Dus daar wil ik graag het antwoord op van het college. En ja, laatste vraag. Ja, okay. U gaf aan als het niet doorgaat, als het geld niet beschikbaar komt, dan worden we teruggeworpen in de tijd, zijn de leesjeskosten zijn weg, architectskosten zijn weg. Hoe lang blijft u dan nog in dit akelige schoolgebouw werken? Wij zullen in eerste instantie dan weer terug moeten naar de architect en weer opnieuw het hele proces van aanbesteding. Dus daar is dan, kijk, wij zijn er klaar voor. Het schoolplein is zelfs al, de kinderen hebben al minder speeltuin of speelattributen, want we zijn er al klaar voor. Maar ja, zodra de architect zegt van dit gaat het worden, moeten we opnieuw aanbesteden. Nou, daar gaat ook tijd overheen. Dan is het alweer bijna zomervakantie, dus dan, ik wil niet eens weten wat de aanbestedingsprijs dan wordt, maar goed. Oké, dank u wel meneer Reiling. Mevrouw Hof. Dank u wel. Als ik heel even richting meneer Reiling mag, volgens mij agendeert het college niet, maar agendeert de raad, maar dat terzijde. Meneer Van Belt, hartelijk dank. Ik wil tegen u ook nogmaals zeggen dat wij over de betrokkenheid van schoolbestuur, het dorp, schooldirectie absoluut geen twijfel hebben. Ook dank voor deze inspraak wederom. Ook wij zijn buiten deze raadsvergadering om uitvoerig door u bijgepraat. Ik heb 4 vragen voor u. Even ter verduidelijking. Het aantal vierkante meters waarop u als school aanspraak mag maken is gebaseerd op leerlingaantal. En dat is vastgesteld op 130 op termijn. En de vierkante meters die erbij horen is 854. Ja. De gemeente die heeft daar 1,2 miljoen subsidie voor gegeven. En u geeft aan, wij bouwen nog een keer 234 vierkante meter extra. Ja. Waar we zelf 3 ton in stoppen. Dat maakt 1,5 ton. Even puur kijken. 1,5 miljoen. Sorry, 1,5 miljoen, ja. Even puur kijkend naar het schoolgebouw. Het klopt dus dat die 1,5 miljoen volstaat voor die 854 plus 234 vierkante meter. Ja. Oké. Okay. Klopt het dan ook dat, dat het tekort van die ongeveer 3 ton inderdaad grotendeels veroorzaakt wordt door de gymzaal die wezenlijk duurder uitvalt? Of is dat niet zo? Als hij van tevoren, en daar is ook onderzoek naar geweest, vorig jaar voor het raadsvoorstel, toen is er een prijs uitgekomen. Als je geïntegreerd zou bouwen in de gymzaal, zou dat €480.000 kosten. Nou, uiteindelijk, het verhaal van Dion, €655.000. Dus dat is het verschil. Dan heb ik nog, even kijken. Ik heb, als ik mevrouw Rauwenhorst goed heb beluisterd zo net, dan zijn de vierkante meters voor de speelzaal, die zitten in die 234 vierkante meter die u extra bouwt. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Dus de speelzaal zou in de gymzaal moeten zitten. Oké, okay, dus die speelzaal zitten, die is geïntegreerd in de gymzaal, ja. Oké, duidelijk. Dan heb ik als laatste vraag, wat u zegt, die algemene kosten, die gaan hoger uitvallen. En dan hebben we het bijvoorbeeld over sloopkosten, dat soort zaken. Nou, de sloopkosten zaten vorig jaar al in het raadsvoorstel, dus daar zullen we niet meer op terugvallen. Mm-hmm. Maar onder andere dat wij in één keer 20 parkeerplaatsen moeten bouwen. Of bouwen, die bouw je niet, maar die moet je neerleggen. Dat komt in één keer bij de bouwvergunningen, worden wij aan verplicht. Ja, dat zijn gewoon ook echt weer extra kosten. En dat zijn die €25.000 die ik net in het staartje zag. Onder andere, ja.
En daarmee komt u op een totaalpost algemene kosten waar die sloop in zit van 308.000 euro. Ja. Maar goed, dat moet op werkelijke kosten. Hè? En dat is er liggen begrotingen onder die al vorig jaar al gemaakt zijn. Dus ik hoop dat dat meevalt. En daar zullen we ook alles aan doen hoor. Nee, dat begrijp ik. Maar dat staat ook even los van de te bouwen vierkante schoolmeters. Daar was ik even naar op zoek. Nee. Dat staat buiten kijf. Oké, dank u wel. Oké, dank u wel mevrouw Hof. Meneer Dogger, ten slotte. Dank u wel, voorzitter. Ja, ook van mijn kant uit waardering voor de inspraakreactie. Ik heb ook een aantal, ja, min of meer wat technische vragen, maar om het beeld te verduidelijken is het toch nodig om die te stellen. In de eerste plaats sluit ik even aan bij wat mevrouw Rauwenhorst zei, die aangaf dat in december u bij het college aan tafel zat, laat ik het zomaar even verwoorden, en dat toen de tekeningen op tafel lagen, de tekeningen die wij nu ook gezien hebben van hoe de school nu gebouwd zou moeten worden met de gymzaal eraan vast, en dat het college toen gezegd heeft van oké, gaat u maar door met die plannen met de aanbesteding. Dat klopt? Nee. De aanbesteding is in november al geweest, dus het kan niet in december zijn. Nee, maar heeft het college zich uitgesproken voor de aanbesteding over de plannen over het aantal vierkante meters wat u in totaal gaat bouwen? Is daarover gesproken? Laat ik zo zeggen, na de aanbesteding, voor het eerste zeg maar, verzoek geweest wat aan de Dion is gedaan, heeft de wethouder nog tegen ons gezegd, we kijken niet naar vierkante meters. We kijken puur of het gouden kraantjes zijn of niet. Akkoord. Mijn vervolgvraag is, bij de plannen, en mevrouw Hof gaf het ook al aan, is uitgegaan van een school van 854 vierkante meter, op de norm van 130 leerlingen. Ja. Maar in de plannen die wij vorig jaar hebben vastgesteld als raad, is nadrukkelijk ook gesproken over dat synergie-effect, dat is hier vanavond eerder genoemd. Mm-hmm. En in de plannen is er toen van uitgegaan dat je dus minder als 854 meter school zou kunnen bouwen vanwege dat synergie-effect, om dan dat speellokaal in de gymzaal te laten plaatsvinden. Ja, dat zou kunnen. En ja, daarmee zou je dus een deel van de 854 meter minder kunnen bouwen om toch een volwaardige school te kunnen hebben, namelijk inclusief het gebruik van een gymlokaal. U hebt toch de volledige aantal vierkante meters gebouwd die volgens de norm konden. Dus eigenlijk hebt u dat synergie-effect hebt u uit de school niet uitgehaald, omdat u toch het volledige aantal meters hebt gebouwd. En mijn concrete vraag... Nee, we bouwen meer, hè? We bouwen meer. Ja, u bouwt zelfs meer, maar daarvoor hebt u extra budget. Dus die wou ik dus even buiten laten om de discussie niet te vertroebelen. Maar eigenlijk was de insteek, zo hebben wij het raadsvoorstel gelezen, de insteek was dat u minder, noem het dan maar even, subsidiemeters zou gaan bouwen vanwege dat synergie-effect. Dat doet u niet. En dan is eigenlijk mijn vraag, bent u niet bereid omdat u dat niet hebt gedaan en daardoor dus het tekort ontstaat bij het gymlokaal, de dekking, om een aanvullende investering ook te doen als schoolbestuur in die gymlokaal? Maar dan kom ik even, ook op dat moment, het synergieverhaal, zou ik gezegd hebben dat de bouwkosten van die gymzaal 480.000 euro zijn. Die zijn uiteindelijk 655.000. Nou, de 400.000 euro die is tot stand gekomen. Nee, 480.000 euro. Dat is vorig jaar, is een onderzoek daarna geweest, als we zouden geïntegreerd zouden bouwen, zou de gymzaal 480.000 euro kosten. Ja, op basis daarvan is een budget toegekend door jullie. En een deel, toen hebben we gezegd. Uiteindelijk is het synergie-effect weg en kost die gymzaal 655.000. Maar wat ik dan niet begrijp is dat wij destijds bij de besluitvorming een, zeg maar even een bruto plaatje kregen waarin werd uitgegaan van de bouw van een gymlokaal van 7 ton. Dat gezegd is, door synergie-effect en door aanbestedingsvoordeel kunnen wij het uiteindelijke totale plaatje met, ik dacht, 250.000 euro verlagen. Ja, klopt. Maar het aanbestedingsvoordeel, als u dat nog vindt, dan mag u het voor mij zoeken. Maar ik vind het niet meer. Nou, dat zou bij deze aanbesteding zijn, maar het synergie-effect vind ik ook niet meer. En ik dacht dat dat ook nadrukkelijk benoemd werd als volgens mij iets van 190 of 110... Daar is even wat discussie over, maar het aantal vierkante meters wat de school dus
kleiner zou kunnen bouwen als de norm. Om daarmee dus ook extra funding... Dan kom je terecht in normen die niet meer bestaan, zeg maar, voor lokalen. Een speellokaal normaliter is 84 vierkante meter. Oké, okay, maar die hebt u dus niet in de synergie-effect meegenomen, die 84 meter? Ik denk het is erg technisch, bijna, maar ik heb aangekomen. Niet meer te volgen is voor nog de raadsleden, nog de mensen op de publieke tribune. Nou, ik zou meneer Dogger willen vragen om... Misschien even voorzitter, ik heb nadrukkelijk aangegeven dat ik een aantal technische vragen stel, omdat ze naar ons idee gesteld moeten worden, omdat we de discussie hebben van kost u die gymzaal meer of minder en waar is dat aan te wijten. En wij denken namelijk dat de discussie rondom het synergie-effect plaats moet vinden van heeft de school dat effect, dat synergie-effect goed opgepakt. Vandaar ook een aantal hele specifieke technische vragen. En uit de stukken blijkt dat de veronderstelling was dat de school... kleiner gebouwd zou kunnen worden als 854 meter, de normschool, omdat dus het gymlokaal ook gebouwd zou worden en de gymlokaal die functie van speellokaal zou doen. De schoolbestuur heeft ervoor gekozen om toch 854 meter school te bouwen, even los van de uitbreiding waar ze zelf financiering voor vindt. Dus vandaar ook mijn vraag, als u er dus als schoolbestuur voor kiest om toch die grote school te bouwen op grond van de normen en u dat synergie-effect dus niet besteedt aan het tekort bij de gymlokaal, ja, of u dan nu met die consequenties ook de mogelijkheden ziet om toch een extra financiële bijdrage voor de gymlokaal te doen. Voorzitter. Het was nog een vraag volgens mij. Ik wil meneer Van Belt graag helpen. Ik zou meneer Dogger toch willen vragen het raadsvoorstel erop na te lezen. Want daar staat gewoon dat de school al te krap bemeten is. Dus die discussie over die synergie die is... Nou, volgens mij hebben we het dan over de huidige school. Nee, dat is niet waar. Beste mensen, sorry. Ik wil even de technische discussie even liever niet. Even de technische vragen om even op mevrouw Hansen in dit geval wel. Ik heb het gevoel dat de mensen die op de tribune zitten hier ook een beetje voor komen. Dus in dit geval, ik wil wel langzaam zeker naar een afronding. Maar laten we eventjes dit punt dan afronden. Dan hebben we helderheid en dan weten jullie ongetwijfeld elkaar na de vergadering iedereen elkaar nog te vinden waar nodig. De beantwoording. De beantwoording op de vraag van... Ja, wat was nu precies? De vraag is heel simpel. U hebt het synergie-effect niet bereikt in de school. Bent u bereid omdat daardoor dan een tekort ontstaat bij de investeringen in de gymzaal, bent u als school bereid om een extra bijdrage te doen voor de realisatie van de gymzaal? Dat ga ik op deze plek alleen niet zeggen. Maar dat mag u waarschijnlijk ook niet van u voor de gemeente. Maar ik wil daar best over nadenken. Ik sta daar open in. Dat heb ik ook altijd gezegd. Ook tegen de wethouder. Dus, Ik denk dat het inderdaad lastig is dat u... Ik vraag u bewust ook geen bedrag. Ik proef er wel een positieve ondertoon, een positieve grondhouding. Daar moet ik het dan met deze beantwoording doen. Ik heb nog één andere vraag, voorzitter. De algemene kosten, het is hier al een aantal keren genoemd. Zou het voor het schoolbestuur een optie zijn omdat daar ook discussie kan ontstaan over de hoogte van wat valt er wel en wat valt er niet onder, om de algemene kosten helemaal uit de begroting te halen en de gemeente, zeg maar, die algemene voorzieningen en die algemene kosten rechtstreeks te laten dragen en ook te voorzien, zodat je daar geen discussie over krijgt als die algemene kosten gaan toenemen. En doen ze ook de uitvoering daarvan? Ja, ook zelf alles. Of later uitvoeren, ja. Is dat bespreekbaar? Is bespreekbaar. Akkoord, dank u wel. Helder, dan zijn we... Voorzitter, ik zou nog één vraag willen stellen. Ja, u was nog niet geweest. Ik heb een keer geprobeerd meneer Botter, contact te zoeken, dat lukte niet helemaal, bij deze wel. De fractie van Opkoers zou graag de vraag willen stellen aan de heer Van der Belt, wat over de duim gezien de vervoerskosten eventueel zijn... Van Lutten naar Slagharen. Die is niet voorbijgekomen, het is wel expliciet genoemd. Nou, die stonden vorig jaar nog in het raadvoorstel. Ja? Toen stonden 12.000 euro. Ja. Daar was een offerte toen de tijd, lag daar aan onder. Okay. Dat was voor vervoer van één keer per week. Eén keer per week? Eén keer per week. Oké, okay. Helder en inzichtelijk. Omdat er zoveel geschoven is met bedragen, ik denk, wil ik dat ook nog even zeker weten. Oké, okay. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Goed. Mag ik deze? Ja, u mag... Wij zorgen dat hij het verspreid wordt. Ja.
Oké, het onder. Het onderwerp staat niet op de agenda. We gaan het dus ook vandaag niet verder bespreken, even voor de helderheid. De volgende inspreker spreekt wel in op een onderwerp wat op de agenda staat. Dus ik wilde mensen eventueel die puur voor dit onderwerp kwamen de gelegenheid geven, als u de rest van de vergadering niet wilt bijwonen, om eventueel de zaal... Voorzitter, ik heb nog een vraag geparkeerd bij het college of ja, u klopt, het gesprek maar... wilde aangaan. En... Volgens mij zou het college daar ja, maar wellicht weet u ook, meneer Reiling, dat we tijdens het inspreken dat het college daar nooit op reageert. Dus dat, dat is gewoon te doen gebruikelijk. Dus volgens mij zijn alle verhalen gehoord en ligt de bal bij de politiek. En wij hebben de gegevens van de mensen die hebben ingesproken. Dus mocht u de behoefte hebben om daarmee in gesprek te gaan en eventueel met de wethouder daar nog over, dan kan dat maar... Nu niet, want het staat niet op de agenda. Ja, voorzitter, maar volgens mij stellen wij de agenda toch vast. En als wij de behoefte aan hebben om ja, maar de reactie van de wethouder te vragen op de inspraak... Dat klopt, maar we hebben de agenda al vastgesteld, meneer Dog. Dus de agenda is al vastgesteld. De heer Reiling kan tijdens de rondvraag altijd een vraag stellen. Dat kan hij altijd doen. Ja. Meneer Gelling. Want u gaat er wel weer heel formeel mee om. En ik proef bij zowel de voorzitter als bij alle fracties hier in de raad dat de oplossing heel dichtbij is. En de vraag is dan natuurlijk, moet u daar zo formeel mee omgaan? Of zou de wethouder zich nog bereid tonen om in de komende 14 dagen daar zelf een oplossing voor te bedenken? Want u lijkt er zo dichtbij te zijn. Nee, dat klopt, meneer Gelling. Ik snap ook dat u het in dit geval probeert, maar... Volgens mij moet er eerst even contact zijn met de fracties onderling met de betrokkenen op dit onderwerp. En dan kan er eventueel over 2 weken een initiatiefvoorstel gedaan worden om er eens iets te doen. Maar voorzitter. Inderdaad, een van de insprekers gaf het ook aan. Of volgens mij wordt het zelfs gecorrigeerd hier door een van de raadsleden. Van het is misschien nu een actie voor de raad. En wij hebben... Met meerdere fracties, ik denk alle fracties heel serieus hier naar gekeken. En we zijn ook echt bereid om daar veel verder in te gaan en ook actie te ondernemen. Alleen, daarbij hebben we natuurlijk wel input ook nodig van het college. En ik denk toch dat het goed is om voor de vervolgstappen die wij als raad willen gaan oppakken, of in elk geval willen verkennen, dat het goed is om in elk geval een primaire reactie van het college daarover te hebben. En misschien dat in de loop van volgende week of komende week nog een uitgebreidere reactie van het college kan komen op de inspraakreacties. Maar ik denk dat het goed is voor het proces, voor de raad, dat er in elk geval een eerste reactie van het college komt op wat nu naar voren is gebracht. Ja, nogmaals, goed, kijk, het is aan u, maar wat mij betreft lijkt het me nu beter om even het college dan die schriftelijke reactie te laten doen. En we kunnen de beslissing nu toch niet nemen, hè? Dus de beslissing zou eventueel toch pas over 2 weken vallen. Dus laten we gewoon de reactie van het college... Daar ben ik helemaal met u eens, alleen wij willen, denk ik, als raad een traject in. En dan is het goed om in elk geval een soort basisgevoel te krijgen van wat vindt het college ervan. Anders pakken we hem in de rondvraag als u dat als nee, u vast prima, prima, maar dan ik, leg ik, ik ondersteun het verzoek van ja? de heer Dogger. Voorzitter, ik hecht de waarde aan om het volgende te verklaren. Vanmiddag heb ik met de Griffie contact gezocht. Ik zeg, als ik een reactie vraag van de wethouder, wie daar ook zit, of van een portefeuillehouder, wat is het juiste moment om een reactie te vragen van de wethouder, van de portefeuillehouder? Ja. Het antwoord is meegegeven dat dat niet mogelijk is. En ik eis... dat te verklaren op dit moment. Nee, helder. Dus daarom probeer ik er ook aan vast te houden. Maar ik leg hem in dit geval. Ik proef ook wat behoefte is. Dus het is dan in dit geval ook even improviseren. Hè? Dus ik leg hem even in uw midden neer. Ik ga gewoon maar een rondje maken. Ik denk dat het handig is. De Partij van de Arbeid zegt van nu even de reactie. Ik vind wel een reactie van het college. We hebben een publiek tribune vol met mensen die ook benieuwd zijn naar die reactie. En ik vind dat we daar ook gehoor aan moeten geven. Dus ondanks het... Voorzitter. Meneer Bot. Ja. Voorzitter. Een driewerf hoera om een reactie te geven. Ik denk dat het een schot voor open doel is.
En ik denk dat het ook recht doet aan de discussie. En de dingen die hier gezegd zijn inderdaad. Ja, maar zouden we het college en de verantwoordelijk wethouder niet even de tijd kunnen geven om hier nog een keer op te kouwen en over na te denken? En wij zelf ook misschien. Ja, nee, mevrouw Hof, inderdaad, maar ik doe een procesvoorstel. Eventueel kan het college dat zo ook zeggen. Hè? Dus ik doe even een procesvoorstel van wat we dan nu moeten doen. Want ik proef toch voorzichtig dat er een behoefte is aan een reactie. Het antwoord op de vraag is dus ja. Ja, nee, helder. We zouden dat graag een reactie zien. Nee, dat was mij helder, meneer Botter. Mevrouw wil ik al zeggen. Meneer Rodemond. Dank u wel. Ja. Nou, ik dub een beetje. Ik bedoel, uiteraard is het zo dat je hier gewoon afspraken hebt staan die we na moeten leven. Maar inderdaad, er is een tribune vol met geïnteresseerde mensen. Een zeer actieve club met insprekers. Dus het lijkt me niet heel erg moeilijk om nu een eerste primaire reactie te vragen. Oké, helder. Ja dus. VVD. VVD ook, ja, begrijp ik. Ja, voorzitter, dat staat ons weer aan. En wellicht kunt u beter gewoon even naar de mensen achter u kijken of die er bezwaar tegen hebben. Dan is dat snel opgelost, lijkt mij. Nee, dat is goed. Maar ik vind procedureel toch netjes om het rondje even af te maken. De ChristenUnie. Ja, ik denk dat ik net duidelijk was. Ik zou ook willen voorkomen dat er misschien verkeerde verwachtingen worden gewekt. De portefeuillehouder in kwestie is er vanavond ook niet. Dus dat wordt sowieso een secundaire reactie bijna. Dus, maar goed. En tot slot CDA dan? Ja, voorzitter, wat we hebben aangegeven om het proces is voor ons van belang. En ook denk ik voor het publiek hier om te horen wat het college is. En dan denk ik dat de insteek van het college zou moeten zijn van is er een positieve grondhouding om er gezamenlijk uit te komen. Ja, maar dat hoorde ik ook van alle insprekers. Oké, prima. Is er... Voorzitter, ik zit weliswaar... Sorry, mevrouw Van der Hoek, kan ik u vergeten? Wel. Maar ik proef inmiddels dat er een ruime meerderheid is voor ja. Maar kun u daarmee leven? Nou nee, eigenlijk niet. Ik moet heel eerlijk zeggen dat even los van de procedure en dat ik begrijp dat de mensen op de tribune zitten en dat oproept tot een primaire reactie. Maar ik vraag me af of dat in dit geval, zoals mevrouw Hof net zei, ook nodig is. Volgens mij is er wat meer tijd nodig. Ik ben het met u eens dat het niet te doen gebruikelijk is, maar ik proef toch een meerderheid om in dit geval een uitzondering te maken. Dus ik ga dan toch even achterom kijken of het college op dit moment kan reageren en met een eerste reactie zou willen komen. Primair, ja. Dank u wel, voorzitter. Nou, daar is het college echt wel toe bereid. In die zin dat wij niet ingaan nu op het standpunt, want voor ons is wel het vertrekpunt geweest het raadsbesluit zoals het vorig jaar is genomen. Laat dat ook glashelder zijn. Met waardering ook voor alle mensen uit Lutten en de inzet die u dagelijks pleegt rond de activiteiten die ik heel vaak van daarbij meemaak, ook als gebiedswethouder. Dus zeer waardering daarvoor, ook waardering voor de insprekers en uw doorzettingsvermogen. Maar voor ons blijft dat we het bij de feiten willen houden en het uitgangspunt is en blijft het raadsbesluit wat een jaar geleden is genomen. Als het blijkt binnen uw raad dat u zegt van ja, we hebben toch behoefte naar aanleiding van de discussie vanavond om aanvullende informatie, want er zijn nogal wat getallen en feiten door elkaar gegaan, dan zijn we altijd bereid om u daarin te bedienen. Dus wat mij betreft zou dat ook mijn boodschap willen zijn. Als blijkt dat u zegt van nou, we hebben toch behoefte aan die aanvullende informatie om ons eigen mind nog een keer goed op te maken. Dan zijn we daar zeker toe bereid. En ik weet ook zeker dat de wethouder, die door omstandigheden vanavond hier niet aanwezig kan zijn, bereid is om ook het gesprek nog een keer aan te gaan als het zo nodig is. Als u daar de prijs op stelt en als u dat wilt. Dus die informatievoorziening, daar zijn we altijd toe bereid om dat te bieden. Maar nogmaals, met inachtneming van ons raadsbesluit. Lijkt me een heel helder antwoord. Ja? Dan. Voorzitter, misschien ter afronding. Zou de agendacommissie mee willen nemen op dit punt op de oriënterende ronde voor over 14 dagen te zitten? Zou u dat als lid van de agendacommissie mee willen nemen? Dat wil ik. Ja, en dan zouden we het college willen verzoeken om voor die tijd een uitgebreide notitie te geven waarop ingegaan wordt op de inspraakreacties. Ja, komt in elk geval aan voor een informatie. Dat heb ik de wethouder horen zeggen. Goed. Bij deze genoeg volgens mij hierover. Ik wil voorstellen om misschien heel even 3 minuten te schorsen. Dat we even een sanitaire stop zouden kunnen maken. En dat we dan doorgaan met de volgende inspreker. En dan kan ook...
Dames en heren, ik wil u verzoeken langzaam maar zeker weer terug te komen in de raadzaal. Dan kunnen we verder. Dames en heren, ik wil u vragen om weer te gaan zitten, want dan kunnen we door met de vergadering. Ik zie nog niet heel veel beweging buiten de raadzaal. Ja, daar komen wat mensen aan. Het is toch fijn om te merken dat ik nog enigszins overwicht heb. Dan kunnen we door met nog steeds het derde agendapunt, namelijk het spreekrecht. Wellicht dat de heer Bron, die inspreekt op agendapunt 6, dat agendapunt 5 geworden is, ook deze kant op zou kunnen komen. Dan kunnen we beginnen aan de volgende en tevens de laatste inspreker van vandaag. Het woord is aan de heer Bron. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, op 23 februari heb ik hier is het ook al gegaan. Ik zie dat nog niet iedereen terug is, maar dat zal zo wel komen, neem ik aan. Ik heb toen ook al melding gedaan over een aantal problemen die wij als dorpshuis in Kloosterhaar hadden ten aanzien van de Oeroenzaakbelasting en de verhoging die dat toen heeft meegebracht. Ik heb toen ook al aangegeven dat er wel meerdere dorpshuizen in de gemeente waren die met hetzelfde probleem zaten van die hoge aanslagen. Ik heb in diezelfde bijeenkomst ook gezegd dat het college in mijn ogen onzorgvuldig heeft gehandeld in het hele project, het traject. Mede naar aanleiding daarvan is door uw raad ook aanvullende vragen gesteld, wat kritische vragen. En mijn verwachting was dan ook dat er een voorstel zou komen rondom de Oeroenzaakbelasting die tegemoet kwam aan hetgene wat leefde in onze samenleving. Al die vrijwilligersorganisaties die getroffen zijn door die ongehoorde verhoging. Ik vind het jammer dat ik hier weer moet staan. Want ik had gehoopt dat onze bezwaren weggehaald zouden worden. Maar die zal ik nu nog weer kenbaar moeten maken. Ik heb namelijk zelf de indruk dat het college de problematiek niet helemaal heeft begrepen. Nu spreek ik ook niet meer namens het dorpshuis Kloosterhaar, maar namens bijna alle dorpshuizen in onze gemeente, multifunctionele accommodaties, meerdere sportverenigingen en ook het plaatselijk belang Kloosterhaar. Meneer de voorzitter, het college heeft nu een voorstel gedaan om een compensatieregeling, oftewel een gewenningsbijdrage, vast te stellen. Een regeling om te wennen aan hogere aanslagen en dan wordt die in één keer uitbetaald? Een leuke vorm van wennen, noem ik dat. Ik noem het meer een afkoopsom. Een doekje voor het bloeden. Maar helaas, dat doekje geneest niet. De regeling lost namelijk het probleem niet op. Het is slechts voor een aantal dorpshuizen uitstel van executie. Een gerechtelijke uitspraak zou de gemeente ook hebben opgedragen om een gewenningsbijdrage in het leven te roepen. Vergelijkbaar met een afbouwregeling bij verlaging van subsidies. Als dorpshuis Kloosterhaar hadden wij beroep ingesteld bij de rechtbank en langs die weg zou ook wel degelijk een afbouwregeling afgedwongen worden. Het nu voorliggende voorstel voorkomt dat er een gerechtelijke uitspraak nodig is en daarmee samenhangend het gemeentelijk gezichtsverlies. Niet meer en niet minder is het. Het komt niet tegemoet aan de werkelijke problemen. De verhoging blijft immers recht overeind staan en gaat drukken op de toekomstige exploitaties van de dorpshuizen en andere verenigingen. Het voorliggende voorstel is een incidentele bijdrage en biedt geen structurele oplossing. Met andere woorden, het is gewoon geen oplossing. Meneer de voorzitter, in de afgelopen periode heb ik heel veel reacties gekregen. Ik wil er even een paar citeren. Zijn ze helemaal gek geworden in Hardenberg? Moeten wij betalen voor het nieuwe zwembad? Als het zo moet, dan doen wij de deur op slot en dan mogen ze het zelf aan regelen. Wij hebben net ons tekort omgezet in een positief saldo en dan krijgen we dit om onze oren. Moeten de vrijwilligers nu harder lopen om de kas in Hardenberg te spekken? Het is een vorm van schofferen van vrijwilligers. Eigenlijk respectloos. Zomaar een greep. Ik heb meer reacties gekregen.
Het probleem van rondkrijgen van exportaties blijft ook met de voorgestelde regeling overeind. Of het nu gaat om sportaccommodaties, dorpshuizen of multifunctionele accommodaties, al deze gebouwen worden in stand gehouden door en met behulp van vrijwilligers. Soms is het één vereniging wat in een gebouw zit, soms zijn het er meerdere, maar de kern blijft dat het gerund wordt met de inzet van heel veel vrijwilligers. Zij moeten de eindjes aan elkaar knopen en nemen soms zelfs geld uit eigen zak mee om de boel te kunnen overeind houden. De nu opgelegde onverantwoord hoge aanslagen is een klap in het gezicht van vele vrijwilligers. Het wordt ervaren als een miskenning van hun inzet. Het werkt zeer demotiverend. Mooie woorden zijn hier niet genoeg. Daden vanuit uw raad als erkenning voor de inzet van deze honderden, zo niet duizenden vrijwilligers, is belangrijker. Dat zegt meer dan woorden. De aanslag van de Oeroen zaakbelasting is voor enkele organisaties een molensteen om hun nek. Zo heeft de binder in Gramsbergen net haar exploitatietekort teruggebracht naar bijna nul. Dit is u wel bekend. Zij krijgen nu een aanslag van 4200 euro. Kunnen weer opnieuw beginnen. Wegwerken van rode cijfers. Zo zijn er meer. De Horst in Sipelo. Trefpunt in Balkbrug. Ik zou er nog wel een paar kunnen noemen. Hetzelfde geldt ook voor andere maatschappelijke objecten. Ik denk even aan het zwembad in Kloosterhaar. Iedereen is er trots op dat het in stand kan blijven, maar de meeropbrengst door de OZB, door de verhoging van de waarde van de maatschappelijke objecten, is in het totaal gezien voor de onroerende zaakbelasting niet veel. Een gering bedrag, maar dodelijk voor enkele verenigingen. Die meeropbrengst die weegt niet op tegen het maatschappelijk afbreukrisico wat genomen wordt. Ik neem aan dat u dat niet op uw geweten wilt. Ik vraag mij af, is dit nu gemeentelijk beleid van versterking van de sociale cohesie, het opbouwen van een participatiesamenleving in de gemeente Hardenberg? Ik geloof er niks van. De verhoging breekt het draagvlak voor dit beleid af. Hoezo inzet van vrijwilligers? Is dit de wijze waarop de gemeente de erkenning heeft voor hun inzet? De aanslag onroerende zaakbelasting beslaat naast andere gemeentelijke lasten een belangrijk deel van de begroting van de organisaties die maatschappelijke objecten beheren of in eigendom hebben. Uw raad kan uw waardering en uw erkenning voor de inzet van al deze vrijwilligers laten zien. Dat kunt u laten zien door het besluit te nemen om deze regeling die nu voorgesteld wordt door het college niet te accepteren en het college op te dragen om terug te komen met een oplossing die een structurele oplossing geeft voor het probleem wat een aantal dorpshuizen en andere maatschappelijke organisaties op dit moment ervaren. Ik zou u willen vragen om dat op te dragen aan het college. Dank u wel. U ook bedankt. Een vragenrondje. Zijn er vragen? Meneer Rodemans zie ik en ik zie meneer Stelstra. We beginnen met meneer Kloekhorst, want die steekt ook zijn hand omhoog. Voorzitter, de woorden van de heer Wilms zijn heel duidelijk. Nu zijn geen vrienden in Jeruzalem. En ik zou hem willen vragen, wat is uw oplossing? Ik zit namelijk precies met de vraag, is het volgen van de TIOX verplicht? Dat kan mij namelijk als raadslid heel erg vastzetten. Juridisch gezien handelt het college correct. Dat staat wat mij betreft buiten kijf. Alleen de gevolgen zijn niet doordacht. En een oplossing zou kunnen zijn om een soort compensatieregeling, zoals het nu eenmalig hier wordt voorgesteld, om een structurele regeling voor te gaan stellen. Meneer Rodemond. Voorspellende gaven zijn blijkbaar niet helemaal vreemd in dit gebouw, want dat was precies mijn vraag. Is meneer Brom bereid om een structurele oplossing zoals die nu incidenteel wordt voorgesteld te accepteren, maar blijkbaar is dat zo. En meneer Stelstra. Dank u wel, voorzitter.
U geeft aan namens meerdere te spreken. Is dat namens alle partijen? Of hoe? Ik ben een beetje aan het inschatten hoe breed uw achterban is namens wie u spreekt. Binnen het dorpshuisgebeuren zijn er diverse mailuitwisselingen geweest. En van de 12, dacht ik, die een mail gehad hebben en de informatie uitgewisseld hebben, hebben er 8 verklaard dat ik namens hen mag praten hier vanavond. Ja. En geldt dan voor die alle 8 dat ze in acute problemen komen, zeker hun voortbestaan in het geding komt? Ik kan dat niet beoordelen, want ik ken uiteraard niet de boekhouding van de andere dorpshuizen. Dat kan ik u niet aangeven. Oké. Nou, ik wil u danken voor uw bijdrage. Ik ook, dank u wel. Okay. Dan gaan wij door met de agenda naar het meningsvormende deel. Agenda punt 4, plan van aanpak, bestuurlijk manifest. Wie wil daar het woord over voeren? Partij van de Arbeid, Koers, D66, PVD, GroenLinks, ChristenUnie niet. ChristenUnie ook, komt straks nog en ook CDA. Iedereen dus. Nou, dan gaan we gewoon van links naar rechts. Wederom. Beginnen we bij de Partij van de Arbeid, mevrouw Jurlink. Ja, voorzitter. Bedankt dat ik het woord mag voeren. Er wordt volgens onze fractie een tweesporenbeleid gevoerd. Het ene spoor davert een sneltrein met aan boord de ambtelijke organisatie die intensiever wordt en waar veel samenwerking wordt gezocht. Beleid van beide gemeenten worden samengevoegd zoals we in het plan van aanpak kunnen zien. Portefeuillehouders die met elkaar vergaderen. Al met al als doel een stevige organisatie en een sterke regio te realiseren. Nou, op het volgende spoor staat een klein boemeltje. Nou, hij rijdt ook eigenlijk niet. Het is het boemeltje van de bestuurlijke fusie. Tijdens de collegeonderhandelingen zijn er zaken afgesproken over de bestuurlijke fusie. Dit is vastgelegd in het collegeprogramma. Behoedzaam vooruit. Ja, dat treintje gaat niet vooruit. Daar is in ieder geval het volgende afgesproken. De voor- en nadelen van een bestuurlijke fusie met Ommen en de haalbaarheid daarvan worden binnen 2 jaar onderzocht. Voorzitter, mag ik nou even door een opmerking maken? Want het gaat nu weer over een stuk fusie, terwijl het in het hele stuk volgens mij nergens naar voren komt. Dus ik zou de partij van willen vragen of dit nou weer de kapstok is van het onderwerp. Ja, dit is de kapstok waar dit aan opgehangen maar, wordt. Maar is dat terecht vanuit wij dit stuk? Wij willen eerst gaat het onderzoek over hebben en maatschappij over en ruimte en economie. Ja, nou, ik ben aan het woord. Ik wil dit gewoon uitspreken. Wij zijn van mening dat er eerst een onderzoek moet komen van is een bestuurlijke fusie, is dat het doel van de gemeente? We zien dat plan van aanpak, maar wij pleiten ervoor om eerst dat onderzoek, dat is afgesproken in het collegeprogramma, daar is een raadsmeerderheid heeft dat ondertekend, heeft daarvoor akkoord gezegd. En wij zien niet dat onderzoek. Wij willen eerst dat onderzoek, want die trein die davert door en straks dan passeert die allerlei stations en kan die nooit meer stoppen. Dus wij willen eerst zien van, is dit nu wat wij willen? Willen wij uiteindelijk uitgaan naar een bestuurlijke fusie? En dat plan van aanpak, daar wordt genoemd van, ja, de politiek die komt aan zetten. Wij houden ons daar verder van. Ja, goed, er komt niets van terecht. Er komt niets. Wij zien geen onderzoek. En onze mening is dat dit onderzoek zal eerst moeten plaatsvinden voordat wij, en misschien kunnen wij die twee sporen voorzitter gelijk laten lopen, maar wij willen dat ene spoor in ieder geval in de benen hebben. Onze vraag is dan ook heel simpel, wanneer gaat dat onderzoek plaatsvinden? Het enige wat ik inhoudelijk over dit stuk wil zeggen. Oké, meneer Rodemond, korte reactie. Even een vraag aan mevrouw Jurlink hierover dan, voorzitter. Komt er dan bijvoorbeeld een amendement of een motie hierover van uw partij, omdat expliciet in het stuk staat dat dit niet gaat over de bestuurlijke fusie. Ik steun hierin toch wel mijn collega van VVD. Het is dus op dit moment niet aan de orde. Als u het aan de orde wil hebben, moet u toch zelf met een voorstel komen, lijkt mij dus. Nou ja, het is nu in de oriënterende ronde. Ik wacht eerst het antwoord af van het college. We hebben hier al vaker naar gevraagd. En wij zien nu weer dat het onderzoek steeds niet van de grond komt. Dus onze vraag is gewoon, voordat wij verder gaan met dat plan van aanpak, verder met dat bestuurlijk manifest,
willen wij duidelijkheid hebben. Dus dat is het enige wat wij aan vragen. Voorzitter, kan ik dus concluderen dat de Partij van de Arbeid zich onttrekt aan verdere beraadslagingen over dit onderwerp? Nee, dat kunt u niet bij ons concluderen. Meneer Botter. Meneer de voorzitter, mag ik even? Ja. Is het niet zo, meneer Rodemond, dat u om tafel zat toen wij deze afspraak maakten in het coalitieoverleg? Meneer Boersma, dat is correct. Alleen hebben we het nu niet op de agenda staan. En ik vind het ook wat bevreemdend om een ander onderwerp te gaan bespreken terwijl we een agendapunt te bespreken hebben. Ik zal u blij maken, dan moet u soms naar mijn bijdrage luisteren, dan mag u dezelfde opmerking maken. Als wij iets missen in het stuk, dan mogen wij het volgens mij inbrengen. En wij refereren aan een coalitieprogramma wat raadsleden is aangenomen. Meneer Boersma, en als wij dat willen, dan mogen wij dat doen volgens mij. En daarom zeg ik ook tegen de PvdA, kom dan met een voorstel en dan gaan we daarover praten. U zei wat anders, dan mag de PvdA niet meer meepraten. Nee, meneer Boersma, als ik mag, voorzitter, sorry dat ik u passeerde hierin. Maar meneer Boersma, ik heb gezegd, ik hoor mevrouw Juurling zeggen, wij wachten eerst dat onderzoek af en vervolgens gaan we over dit plan praten. En dus heb ik gezegd, dan hoor ik verder geen beraadslagingen meer hierin. Oké. Mevrouw Juurling was in ieder geval klaar met haar verhaal. We zullen zo zien wat het college daarop te zeggen heeft. Meneer Botter. Ja, dank u wel, voorzitter. De gedachte die spontaan opkwam was de term schuivende panelen. In de jaren 70, weet deze fractievoorzitter zich te herinneren, kwam er een heel vernieuwend document binnen de Partij van de Arbeid destijds. En er gingen dingen schuiven en die werden genoemd schuivende panelen. En wij zijn eigenlijk wel verrast dat de Partij van de Arbeid ook een steeds kritische noot laat horen ten aanzien van de bestuursdienst Omme Hardenberg. En dat stellen wij in de gezamenlijkheid vast hier. Voorzitter. Op de agenda staat plan van aanpak, vervolg van het bestuurlijk manifest. En ja, het is misschien goed om te zeggen, daar staan twee heel duidelijke elementen in het stuk waar commitment op wordt gevraagd. En dat is het maatschappelijk domein, mens en maatschappij en ruimte en economie. Dat is in feite waar het over gaat. In al die documenten die keurig netjes gerubriceerd zijn door het ambtelijk apparaat, ja, prachtige mooie documenten, prachtige mooie vergezichten en opnieuw communicatieplannen zijn er geschreven. En ja, er wordt weer een projectgroep opgericht, voorzitter. Daaronder hangen werkgroepen straks. Er wordt een stuurgroep opgericht en ja, een heuse klankbordgroep maakt ook deel van dat alles uit. Voorzitter, we hebben slechts één vraag over dit document en dat is de volgende. De fractie van Opkoers heeft steeds meer het idee, we hebben dat vaker geuit in deze raad. Ondertussen zijn we weer opnieuw een aantal maanden verder. Wij hebben steeds meer het idee dat die bestuursdienst Omme Hardenberg de gemeente moet volgen en niet andersom. En wij kunnen ons voorstellen dat de portefeuillehouder ook zegt van ja, zo zou het eigenlijk moeten zijn. Maar wij krijgen steeds meer als fractie de indruk dat die BOH steeds verder wordt opgetuigd en dat het steeds meer ten koste gaat van de eigenheid van beide gemeentes. Wij maken deel uit van de gemeente Hardenberg en wij maken ons daar zorgen over. Wij zouden graag inhoudelijk een reactie willen hebben ten aanzien van dit punt. En dan praten we over het onderwerp eigenheid van de gemeente Hardenberg. Tot slot, allerlaatste vraag, voorzitter. Ik weet niet of de heer Breukeman een vraag wil stellen. Ik ben hem graag bereid om hem te antwoorden. Okay, ik wil ook de tweede vraag stellen. Misschien wordt die dan al beantwoord. Of misschien is het ook een vraag die u zou willen stellen straks. Ja, het is nu wel heel erg. Wat mij betreft maakt u een verhaal af. Meneer Breukeman, om heel ernstig behoefte hebben. Nou, voorzitter, misschien kan ik me toch meteen even in met u goed vinden. Ik ben benieuwd of hoe de heer Botter zijn stelling over het verder optuigen van de BOH ook kan onderbouwen met het stuk dat nu voor ligt. Nou, dat is. Niet. Nee, we kunnen dat niet verder onderbouwen. Want het is. En dat heeft te maken met de teksten van dat stuk, meneer Breukeman. En wat ontzettend fijn trouwens, dat wij zo lijnrecht tegenover elkaar zitten en dat zo in alle open en eerlijkheid tegen elkaar kunnen uitspreken. Geweldig. Voorzitter van Acte, nog één vraag. Er wordt gesproken over risico's in het stuk.
En daar missen wij een cruciaal stuk eigenlijk in de informatievoorziening. Bij de risico's zouden wij graag het punt willen inbrengen bij de verantwoordelijke portefeuillehouder. En dat is de financiële situatie van de gemeente Ommen. Wij hebben daar kennis genomen via de Stentor. Verontrustende berichten. En de vraag is heel expliciet. Wat heeft de financiële situatie van de gemeente Ommen uiteindelijk voor gevolgen voor dit manifest wat hier ligt? Oké, okay, dank u wel. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. D66 kan zich zeer vinden in de strategische samenwerking en de vechtalbrede integrale aanpak zoals geformuleerd en inmiddels ook concreet is gebeurd in de coöperatie Vitaal Vechtal en het sociaal domein in de samendoenteams. En dat dat verder uitgewerkt wordt in de verdere samenwerking, applauderen wij. We zijn ook als mening toegedaan dat we ons als regio nog meer moeten versterken als een vitale economische partner in woonwerk en leefomgeving. Niet het kleine broertje van Zwolle, maar een partner in business. Wel hebben we een aantal vragen, een beetje aansluitend op de inbreng van de heer Botter misschien. Een vraag is, hoe zien wij onze rol als raden in dit proces? En daarmee is dat ook een vraag aan het college. Hoe ziet het college de rol van de raad in dit proces? Een tweede vraag die we willen stellen is, hoe kunnen we burgerparticipatie vroegtijdig stimuleren? Zoals dat plan er nu uit lijkt te zien, timmeren we het proces behoorlijk dicht met project- en werkgroepen. Het gevaar is een goed plan dat voort tot een geïnstitutionaliseerde werkvorm waar mogelijk ook veel geld in gaat zitten. Kunnen we een vorm bedenken waarin we vroegtijdig eigenaarschap kunnen wegzetten bij de eigenaars, bij de stakeholders, excuses. Tot zover mijn eerste inbreng. Oké, okay, meneer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Het is opmerkelijk om te constateren dat bij de vorige sprekers de Partij van de Arbeid een inhoudelijke vraag stelt ter zake van bestuurlijke fusie die in het hele stuk inhoudelijk niet aan de orde wordt gesteld. Dat op koerspunt nu vervolgens het over de BOH heeft die in het hele stuk niet aan de orde wordt gesteld. En daarbij ook nog de financiële situatie van Ommen ter discussie stelt. Het zou mij behagen als de portefeuillehouder die vragen gewoon allemaal niet beantwoordt, want die betreffen niet dit stuk. En het zou beperken tot dit stuk zelf wat hier ter behandeling voor ligt. En nog in reactie op meneer Rodemond, het zou ons ook plezieren dat naast alle organen die u al in gedachten heeft ter uitvoering van dit stuk, u niet nog een extra rol voor de raad in gedachten gaat hebben. Want dat lijkt mij wel voldoende. Voorzitter, het is namelijk wat de VVD-fractie betreft voor de verandering een uitstekend stuk. U hebt van uw taak gekweten, u hebt hem volledig te pakken. Het gaat namelijk over twee hoofdthema's, mens en maatschappij, ruimte en economie. En daar heeft u de liberale fractie natuurlijk volstrekt. Want dat zijn belangrijke thema's. U geeft daar ook aan allerlei samenwerkingsverbanden aan te willen gaan. Daar is Ommen er één van. Daar wordt hierin uitgewerkt, maar u sluit niets uit. En dat doet ons deugd, want daarmee geeft u te kennen dat u ook ruimte en economie heel erg serieus gaat nemen. En daar zijn wij blij mee. Ook het plan van aanpak vind ik buitengewoon zorgvuldig. Daar staat helder in wat u gaat doen. De kostprijs daarvan verontrust ons wel wat. Want iemand die anderhalf of twee dagen gewerkt en daarvoor meer dan een ton krijgt, dat is iets waar zelfs de duurste portefeuillehouder nog een puntje aan kan zuigen in dit college. Maar wellicht dat u daar nog even wat aan kan zeggen. Maar verder, uitstekend adhesie wat de liberale fractie hier betreft. De VVD gecombineerd met Leefbaar Hardenberg voor deze verandering. Helemaal goed. Gaat u zo door en houdt u ons op de hoogte van het vervolg. Dank u wel. Dank u wel, meneer Gelling. Mevrouw Van der Hoek. Dank u wel, voorzitter. Ik moet u eerlijk bekennen dat ik een ernstig negatieve vorm van déjà vu heb met de vorige oriënterende ronde. En dat betreur ik uitermate. Want ik onderschrijf wel wat de heer Gelling zegt in dit manifest en de plan van aanpak zoals die nu ligt. Vlieg ik hem niet aan vanuit de liberale hoek, maar wel vanuit de innovatiegedachte. Daar waar wij als bestuurders vragen van burgers om samen te werken, te gaan participeren,
En als het niet meer kan zoals het is, dan moet je wel op zoek naar manieren om het beter te gaan doen. En dat er een collegeakkoord ligt van 2,5 jaar geleden bijna, of sorry, bijna 2 jaar geleden. De tijd haalt ons wel in. En in de vorige oriënterende ronde, toen het manifest de verkeerde kant op leek te gaan in de discussie, wat nu ook opnieuw dreigt, werd door portefeuillehouder kristalhelder aangegeven dat het gaat over een samenwerkingsverband waarin we juist met elkaar op kunnen trekken naar een goede regionale functie waar wij zo hard voor hebben gestreden om die te behouden. Als je wilt dat je een streekfunctie behoudt, je economisch nut en belang wilt helder maken en je gaat dan gelijk trekken op gezondheidsbeleid, wat zo evident van belang is hier, hoe wij omgaan met onze inwoners, dat afzet tegen niet zichtbaar zijn, twee kernen die onafzonderlijk van elkaar moeten functioneren met een BOH die daardoor inefficiënt werkt, dan is dit alleen maar een goed stuk. Daarin wordt helder en kristal duidelijk gemaakt waar die samenwerking over gaat. Die spraakverwarring hebben we vorige keer gehad, die wordt nu helder gemaakt. En of dat nou in al deze vormen van overlegstructuren valt, het is al moeilijk genoeg om in deze setting überhaupt over dit stuk te hebben, zonder dingen bij elkaar te rapen. Dus het is goed dat het zo is opgezet. Wij zijn een groot voorstander hiervan. Ik begrijp het sentiment dat wij wellicht als raad aan de voorkant eerder betrokken hadden moeten worden. Of dat er een onderzoek zou moeten zijn. Maar volgens mij gaat dat onderzoek over een bestuurlijke fusie. En niet over een samenwerking die op een heel ander niveau ligt. Oké, dank u wel. Meneer Boersma. Ja, dank u wel. Samen optrekken om elkaar te versterken. Toen ik dat las, denk ik, yes, dat hebben we hard nodig. We hebben gevochten voor onze streekfunctie, ik kom er straks op terug. En kun je dat nou in je eentje, als Hardenberg, kun je dat als je eentje, als Ommen, of kun je dat ook samen doen? En de fractie van de ChristenUnie is van mening dat de tijd van isolatie en zelfzorg, met een streep onder zelfzorg, achter ons moeten laten en met een blik op de toekomst moeten kijken hoe we het Vechtalgebied, dat gaat verder dan alleen Hardenberg, hoe we het Vechtalgebied kunnen versterken. Want het is nodig, als je kijkt naar de krimp van het aantal leerlingen, met uitzondering van Lutten en andere plaatsen, neemt het aantal leerlingen af. Dat heeft met de werkgelegenheid te maken, dat heeft met bedrijven die misschien ons gaan verlaten. De streekfunctie is vreselijk belangrijk. En samen optrekken, het staat in de tekst, samen optrekken is daarbij het sleutelwoord voor ons. Maar, en als ik dan naar de doelstelling kijk, de intensievere strategische inhoudelijke samenwerking, het zijn prachtige woorden, nog een keer, intensievere, dus meer, strategisch en inhoudelijk, die voor ogen is, zal onvoldoende bijdragen aan een vitale en krachtige regio. En daar ligt onze zorg. Je bereikt het daar niet mee. Het wordt mooi weggeschreven, het klinkt mooi, toen ik het voor het eerst las, dacht ik, ja, dat is een mooie doelstelling. Maar wanneer je naar stakeholders, wanneer je naar andere overheden, zoals staat het ook in, met twee burgemeesters aankomt zitten, is het minder krachtig dan dat je dat met één doet. Krachtig wordt het Vechtal als de twee gemeenten er echt samen voor gaan, om op te houden met jullie en wij en zij, om er echt samen voor te gaan en ervoor te zorgen dat het goede van deze streek minimaal behouden blijft en wij hopen ook dat het wordt uitgebreid. En daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid opnieuw op ons, om aan de raad voor te leggen, invulling te geven in dat wat in het coalitieprogramma is weggeschreven. En dat wordt door meerdere partijen, ook partijen die niet het coalitieprogramma hebben ondertekend, die hebben dat uitgesproken. Namelijk het doen van een onderzoek waarin de haalbaarheid en de wenselijkheid en de betaalbaarheid van de bestuurlijke fusie tussen de gemeente Ommen en Hardenberg wordt beschreven. Omdat wij geloven dat het niet alleen om geld gaat, maar ook de versterking van deze regio. We hebben immers met elkaar gestreden, zoals alle partijen hier, we zijn in het provinciehuis geweest, we hebben met elkaar gestreden voor het behoud van de streekfunctie. En nu komt het erop aan om dat waar te maken. En het behoud van die streekfunctie wordt ons inziens versterkt als de gemeente Ommen en Hardenberg daar oprecht invulling aan geven en ophouden om elkaar van een afstandje te bekijken. Twee losse gemeentes nemen geen stevige positie in ten opzichte van andere overheden. En de vraag is of de inwoners, bedrijven en bezoekers daarvan wel de vruchten gaan plukken. Kortom,
De doelstelling in het voorliggende stuk kan worden waargemaakt als beide gemeenten één blok gaan vormen, echt één blok gaan vormen, en het aandurven om de voor- en nadelen van een gemeentelijke fusie te onderzoeken. Ik zeg dus niet dat dat een voorwaarde is om het stuk uit te gaan voeren, want daar kom ik zo meteen op terug. Maar we zouden dat graag opgenomen willen hebben, dat dat een onderdeel is van het manifest. Bij de aanpak van het manifest zijn verschillende partijen en doelgroepen betrokken. De fractie van de ChristenUnie vindt de rol van de beide gemeenteraden wat minimaal beschreven. We stellen dan ook voor om op korte termijn een sessie met onze raad en mogelijk ook, dat zou nog veel mooier zijn, met beide raden te organiseren, om het plan van aanpak verder uit te diepen, waarin de rol van onze raad significant wordt vergroot. We lezen dat er een budget van 110.000 euro wordt gevraagd voor het aanstellen van een externe projectleider. Uit het stuk wordt ons niet duidelijk wat de werkzaamheden moeten zijn, dus daar willen we graag een antwoord op hebben van de portefeuillehouder. En uit de matrix is ons ook niet helemaal helder wie nou die direct leidinggevende van die meneer of mevrouw is. En dat lijkt me wel belangrijk als je kijkt wat er allemaal moet gebeuren. Onder het kopje klein beginnen wordt gesproken over nauwere samenwerking tussen de beide colleges. Nogmaals, nauwere samenwerking tussen de beide colleges. Het gaat steeds over de colleges. En wij missen hier de samenwerking tussen de beide raden. De gezondheidsnota wordt genoemd. En op zich is dat een heel goed punt om samen op te pakken. Maar ons inziens zijn er nog wel meer punten die opgepakt zouden kunnen worden. We zeiden dat al eerder. Bij de keuzes voor de onderwerpen willen we een grotere plaats voor de gemeenteraad en mogelijk gemeenteraden claimen. De rol van de klankbordgroep vinden we te minimaal en misschien wel minimaal. 4 van ons mogen in de klankbordgroep en een klankbordgroep kan alleen maar klankborden. En ben je dan echt bij het proces betrokken. We zien de rol van de raad graag groter en meer aan de voorkant. In het coalitieprogramma hebben we ook weggeschreven dat we meer zullen kijken naar effectmetingen van de dingen die we hier besluiten. En als ik dan teruglees wat we de afgelopen 2 jaar hebben gedaan, dan nemen we hier af en toe besluiten, maar we meten zelden de effecten. We vragen de portefeuillehouder dan ook aan te geven hoe de effecten van dit plan, hoe dit plan van aanpak worden gemeten en hoe wordt vastgesteld of de doelen zijn bereikt. Daar zijn we erg benieuwd naar. En bij de bespreking van het manifest hebben wij, en ik ben er toen heel erg helder in geweest, met nadruk gevraagd naar een plan van aanpak. En dat plan dat nu voor ligt geeft een eerste aanzet, maar vraagt zeker om een verdieping die ervoor zorgt dat er minder top-down wordt gedacht en waarbij de mededenkers en mededoeners echt de ruimte krijgen. Ik dank u wel. Mevrouw Verhoek. Dank u wel, voorzitter. Ik wilde graag meneer Boersma een vraag stellen. U geeft wel heel kort aan dat het binnen de raden bespreken van de mogelijkheden tot de bestuurlijke fusie deze basis aanzet tot samenwerking niet in de weg hoeft te staan. Maar vindt u dat als het gesprek over de bestuurlijke fusie niet zou plaatsvinden, dat dat een belemmering zou zijn voor een goede uitvoering van dit concept? Dat heb ik, voor mij heb ik dat ook gezegd, maar dank u wel voor uw vraag dat ik dat nog even mag verhelderen. Ik zou heel graag willen weten wat de voordelen van de bestuurlijke fusie zijn. We hebben dat 1 keer gedaan bij de bezuiniging. Toen hebben we even het bedrag van 1,2 miljoen genoemd. Vind ik helemaal niet interessant. Wat zijn nou de voordelen financieel? Wat is de haalbaarheid? Nou, wat is vooral het effect? Daar heb ik op geduid. Naar de buitenwacht als we als 1 gemeente optreden en laten zien dat we een vechtelgemeente wat te bieden hebben en samen sterk zijn. Daar gaat het om. Voorzitter, mag ik dan opmerken dat duidelijk is geworden dat de raden met de partijen die vertegenwoordigd zijn over en weer met elkaar al niet eens worden over hoe dat eruit moet gaan zien. Dat dit misschien juist als verkenning zou kunnen worden ingezet voordat je al deze technische vragen gaat beantwoorden met elkaar. Is dat een overweging waard? Nogmaals, ik heb gezegd dat plan van aanpak, dat kunnen we achterstaan, dat willen we zelfs uitdiepen, willen we aan meewerken en niet maar 4 klankbord, maar als raad, daar willen we nog wel eens over praten, want er zijn wel meer onderwerpen die uit te diepen zijn. De 2 die genoemd worden, dat zijn de hoofdkenmerken, maar er zijn er wel meer. Dan laten we het alsjeblieft niet toe beperken. Maar een onderdeel van dat zou kunnen zijn, zoek nou eens uit, breng nou eens in beeld wat het voordeel is. Dat hebben we afgesproken met elkaar, dat hebben wij in ons eigen verkiezingsprogramma geschreven, laat het ook helder zijn. En ik wil niet, als wij over in 2018 afzwaaien, dat we moeten zeggen, ja, het onderzoek heeft niet plaatsgevonden. Nou, dat kan niet. En het is veel te hard nodig
om onze functie hier te behouden, want anders lopen er straks bedrijven weg, zijn we niet meer interessant. En jullie waarschuwen, jongens, de tijd is veranderd en we moeten echt ervoor gaan om in deze regio, in deze streek van het land, ons duidelijk te profileren. Voorzitter. Ja, meneer Rodemond. Voorzitter, ik heb een vraag ook aan de heer Boersma, die zojuist in zijn betoog ook stelde dat het optreden als twee separate gemeenten, dat wil zeggen het optreden door twee losse burgemeesters in de regio, dat dat, ik moet het interpreteren als negatief effect zou kunnen behelzen. Is de heer Boersma bereid om een dergelijke conclusie even in de koelkast te zetten totdat een dergelijk onderzoek wat u bepleit is gehouden, want u weet dus niet wat het effect is van een bestuurlijke samenwerking, maar u weet wel dat er negatieve effecten optreden als er twee burgemeesters op de stoep van Zwolle staan. Nee, dan moet u teruggaan naar het stuk. In het stuk staat dat door deze samenwerking we krachtiger overkomen bij andere overheden. En iedereen weet dat als je gezamenlijk binnenkomt als één blok, dat het anders is dan als je als twee blokjes binnenkomt. Voorzitter, klopt het dan niet dat we nu al als één blok hier en daar optreden? Ik herinner mij nog het optreden van onze burgemeester als het gaat over de streekfunctie van Hardenberg. En dat was volgens mij een optreden dat voor het hele vecht al wel positieve effecten had. Maar voorzitter, het was toch de heer Rodemond die zojuist aangaf dat we moeten hebben over het plan van aanpak dat hier voor ligt. En nu gaat u zelf in over allerlei vragen die daar niet in spelen. Daar heeft u gelijk in, voorzitter. De heer Breukeman heeft gelijk. Ik laat mij wat verleiden door opmerkingen van de heer Boersma aangaande de kracht van onze eigen burgemeester. Goed. Dan wil ik voorstellen dat we naar de heer Breukeman gaan, want die was de laatste in de wachtrij. Ja, dank u wel, voorzitter, want ik hoor buitengewoon vele herhalingen als ik het vergelijk toen we hier het bestuurlijke manifest besproken hebben. Althans, toen we van plan waren om het bestuurlijk manifest te gaan bespreken, maar dat we het die avond vrijwel niet over gehad hebben. En ik hoor zowel bij de Partij van de Arbeid als bij de ChristenUnie een oproep om met dat onderzoek te komen. De Partij van de Arbeid zegt het is een denderende trein, zeg maar, die verder gaat. Ja, wij zouden eerst willen omschrijven als een boemeltje wat behoedzaam vooruit gaat wat dat betreft. Natuurlijk, wij zijn akkoord met het onderzoek. Wij willen ook weten wat nou de voor- en nadelen zouden zijn. Maar ik ben het ook met de heer Gelling eens dat dat hier vanavond niet aan de orde is. Dus wat mij betreft wordt dat verder ook niet in de discussie vanavond hier meegenomen. Immers hebben we de vorige keer met elkaar afgesproken om het te hebben over het bestuurlijk manifest. En wat daar, voor zover ik mij kan herinneren, de conclusie of samenvatting van was, was dat op de beleidsterreinen die zowel in Ommen als in Hardenberg gelijk zijn, dat we op die punten verdere samenwerking zouden zoeken. Dat was de conclusie van die avond en daar is het college ook mee aan de slag gegaan. Dat is het plan van aanpak geworden. En daar heb ik wel nog wat vragen over. Maar daar zou ik me dan ook wel toe willen richten en dan de discussie rondom dat onderzoek even apart stellen. En de heer Botten noemt ook nog dat de Partij van de Arbeid daar een kritische noot bij plaatst. Nou, die heb ik niet gehoord. Dus ik wil dat ook niet in gezamenlijkheid vaststellen zoals u voorstelde, maar dat even terzijde. Dan over dat plan van aanpak. Zoals ik al zei, die samenwerking op de punten waar we het over eens zijn of waar we gelijk beleid hebben, daar zijn wij als CDA voorstander van. Dat heb ik de vorige keer ook aangegeven. Op die punten zijn wij ook positief, maar er zijn toch even een aantal vragen waar ik wat verduidelijkheid over wil. Want u schrijft bijvoorbeeld in dat plan van aanpak dat door intensievere strategisch inhoudelijke samenwerking, de ChristenUnie refereerde daar ook al even naar, dat daardoor een bestuurskrachtige, vitale regio ontstaat die een stevige positie in de regio heeft ten opzichte van andere overheden. Als ik dat lees, dan vraag ik me af van, hey, past dat wel helemaal bij dat wat wij geconcludeerd hadden, namelijk we gaan gewoon op de beleidsterreinen waar we het over eens zijn samenwerken. En dat geldt ook voor het harmoniseren wat u voorstelt van bepaalde subsidieverordeningen. Ja, u kunt alleen maar harmoniseren wanneer twee zaken niet gelijk zijn. Dus daar zit ik ook met de vraag van hoe ziet u dat in de praktijk? Want volgens mij moet het wel zo zijn dat als wij een andere opvatting hebben dan dat men in Ommen heeft of andersom, dan zijn dat dus niet de punten die wij gaan gebruiken voor de verdere samenwerking. Nog een laatste vraag.
Tot slot, ik lees dan over het proces, hoe het moet worden ingevuld. Dat er colleges samen gaan zitten, daar komt dan een stuurgroep uit. We hebben een projectleider met een projectgroep. We hebben bestuurlijke koppels met werkgroepen en dan komt een klankbordgroep. Ja, als ik het allemaal lees, dan vraag ik me altijd af in hoeverre zijn we nog effectief met elkaar op zoek naar gewoon de samenwerking op de beleidsterreinen waar we overeenkomsten hebben. Graag hoor ik op die vraag nog een antwoord. Dank u wel, meneer Breukelman. Voordat we naar het college gaan, nog een reactie van mevrouw Van Hoek, heb ik het idee. Ja. Klopt, dank u wel, voorzitter. De heer Breukelman gaf net aan van ja, als het bepaalde dingen betreft, als het niet gelijk is met Ommen en in Hardenberg, hebben we dan nog ruimte. Ik heb toch heel duidelijk in een stuk gelezen dat de eigenheid van de regio, dat elke raad zelf daar invulling aan kan geven op het moment dat die besluitvorming komt. Heb ik het anders gelezen dan u? Nee, maar daarom stel ik de vraag ook. Er wordt gesproken over harmoniseren. En dan staat erin dat we de eigen keuze hebben. Daarom stel ik de vraag. Dus, ik weet niet wat u verder van mij wilt. Nou ja, eigenlijk wil ik van u dan weten. Als we kunnen op de woorden gaan zitten die ook door anderen zijn aangegeven. Het is een hele mooie manier van verwoorden wat je gaat doen. Als je naar de basis gaat kijken waarom we willen gaan samenwerken en waartoe we willen komen. Kan de CDA zich daar dan wel in vinden? Of gaan we nu steggelen over woordjes van harmoniseren? Nee, niet over woordjes. Kijk, okay. Als eigen keuze en harmoniseren synoniemen van elkaar waren geweest, dan had ik geen vraag gesteld. Goed, dan gaan we naar het college. Portefeuillehouder Snijders. Dank, voorzitter. Ja, voor de tweede keer spreken we over het bestuurlijk manifest. Conform uw wens ligt er in beide raden nu het plan van aanpak voor. Een nadere uitwerking van wat wij beogen. En wat wij beogen is inderdaad een verdieping van die inhoudelijke samenwerking vanuit de beide colleges geïnitieerd. Omdat we denken dat we daarmee inderdaad meer kracht kunnen gaan genereren. En die kracht, om daar maar meteen op in te gaan, want dat is een vraag onder andere van de ChristenUnie en het CDA. Van wat is dat nou, die intensievere samenwerking, strategische samenwerking, waar uit die zich dan in dat optrekken in die regio? Nou ja, dat is niet zozeer fysiek het optreden van twee burgemeesters of twee wethouders op zich. Overigens, als dat nodig is, soms is het verstandig om alleen te gaan, zeg ik altijd. En soms kan het ook heel effectief zijn om samen te gaan. Afhankelijk van wat je wilt binnenhalen of wat de andere opponent wil. Maar die strategische samenwerking gaat er vooral op in dat je je positie in die regio, en dan met name in andere samenwerksverbanden, of dat nou de RUD is, of dat nou de veiligheidsregio is, de GGD, dat je daar gezamenlijk op kunt trekken. En nou ja, wij merken op dit moment in die zin het voordeel dat we dat als twee afzonderlijke gemeenten kunnen doen. Dus we hebben altijd twee stemmen. Dat wordt ons niet altijd in dank afgenomen. Want u moet weten dat die samenwerking met Ommen bestuurlijk gewoon goed is. Bij de beide colleges. Maar het leidt er wel toe dat je ook invloed hebt op beleid in diezelfde regio vanuit dit gebied. Vanuit dat Vechtdalgebied. En daarin hebben we de afgelopen periode al gemerkt dat we ertoe doen. Als we het hebben over de jeugdzorg, de jeugdgezondheidszorg. Of over de veiligheidsregio. Met brandweer bijvoorbeeld. Maar dat willen we eigenlijk kijken op die twee onderdelen die we nu ook hebben uitgeschreven, waarvan we hebben gezegd van nou, dat zijn de thema's maatschappelijk domein, mens en maatschappij. Die samenwerking hadden we ook al. Maar dan willen we verder kijken naar hoe we die transformatie verder kunnen invullen. Om daar de samenwerking op te zoeken en op het gebied van economie en ruimte. En economie en ruimte, ik ben er vorige keer al op ingegaan. Vanuit economisch perspectief liggen daar absolute kansen om samen op te trekken. Maar ook vanuit de ruimte, het ruimtelijk domein, wij worden geconfronteerd met een tweede enorme operatie die op de gemeente afkomt. En dat is de omgevingswet waarvoor wij wat zullen moeten doen. En ik denk dat we daar op inhoudelijk niveau, in de voorbereiding zeg ik, als organisaties, verder inhoudelijke krachten kunnen bundelen. Ik heb twee vragen gehoord die heel relevant zijn. Op koers heeft een vraag gesteld over, ja, maar wat is dan nog die eigenheid van Hardenberg eigenlijk? En ook door anderen zijn er een paar opmerkingen over gemaakt. Ja, die eigenheid die blijft erin zitten. Zolang wij
eigen gemeentebestuur hebben. Bent u het hoogste orgaan en bepaalt u wat u wilt met dat beleid? Maar we denken wel dat we in de voorbereiding u betere voorstellen kunnen aanleveren. Maar die naar beide raden toe gewoon in de raden kunnen worden besproken. En daar zitten misschien wel verschillende scenario's in. Dat Hardenberg een ander scenario kiest dan Ommen. Dat is aan u. U bepaalt. U bent aan zet. U blijft aan zet. Laat dat heel duidelijk zijn. Over de inhoudelijke onderwerpen, maar ook over die bestuurlijke samenwerking. Waar ik dan toch nog dit over wil zeggen, want ik weet niet helemaal of ik daar nu wel of niet over mag praten. Maar een primaire reactie dan maar gewoon geven. Primaire reactie is, dit is geen bestuurlijke herindeling. En ik zou best een bestuurlijk onderzoek willen doen. Maar ik constateer ook dat onze bestuurlijke partner Ommen, althans de gemeenteraad van Ommen, daar geen enkele behoefte aan heeft. Die vindt dit ver genoeg gaan. Als er een onderzoek had moeten komen naar bestuurlijke visie, om dat hier ook onderdeel van te laten uitmaken, dan had de gemeenteraad van Ommen, dan had dat hierin gestaan. Het staat er niet in, omdat de raad van Ommen dat een brug te ver vindt, zeg ik erbij. En dan kunnen wij een onderzoek gaan doen, en dat staat inderdaad in het coalitieakkoord. Alleen dan denk ik van, ja, dat is nou misschien wel een beetje zonde van de energie. Tenzij uw raad in meerderheid zou zeggen, ja, maar we willen toch dat onderzoek doen. Dan alleen maar vanuit de gemeente Hardenberg. Maar dan zou mijn vraag aan u zijn, ja, wat zou daar dan in moeten? Wat zou u willen onderzoeken? Wat zou daaruit moeten komen? Of wat zou u willen laten onderzoeken? Dus dat is een vraag die ik aan uw raad stel. Er was nog een tweede opmerking. Voorzitter. Ja, meneer Rodemond. Ja. Dank u wel, voorzitter. Even een kleine aanvullende vraag op de opmerking van de heer Snijders. Dat de raden wel worden bediend met voorstellen waarin de eigenheid ook nog naar voren zou kunnen komen. Betekent dat eventueel dat vanuit de samenwerking, dus vanuit de voorbereiding op stukken, er ook door de stellers van de stukken goed wordt gekeken naar de eigenheid in de raad zoals we die nu al kennen? Ik mag even uitgaan van het gegeven dat ambtenaren hun raden ook wel enigszins kennen. Dus dat inderdaad ook wel voor die raden realistische scenario's worden geschetst dan. Is dat een optie die wordt meegenomen? Ik kan hem heel mooi combineren met de tweede vraag die mij opviel, die ik mooi vond. Die kwam ook van de zijde van D66. Dat is van, wat is de rol van de raad in dit proces? En ik denk dat het goed is, en ik hoorde ook de ChristenUnie daar iets over zeggen, dat het goed is om te zeggen van, ja, die raad, u zit daar nu in als klankbordgroep, maar dat we zouden kunnen zeggen van, ja, afhankelijk van hoe dicht u daarbij betrokken wilt worden, ook in hoe gaan we om met voorstellen, wat moeten naar die verschillende raden toe, dat we zouden kunnen kijken ook van, wat is er nodig vanuit de raad, wat zijn uw wensen, zeg maar, in dit proces rondom die twee inhoudelijke thema's en hoe wilt u dingen dat die georganiseerd gaan worden in uw gemeente? En daarvoor is dan de bestuursdienst om dat te organiseren. Daarvoor is die projectgroep opgericht. Die projectgroep, de CDA heeft daar ook vragen over gesteld. Wat gebeurt daarin en hoe moet ik dat voor me zien? En is dat niet een zware structuur? Nee, wij beogen een lichte structuur. Het gaat om mensen die ook vanuit die inhoudelijke domeinen nu ook als beleidsmedewerker daar werkzaam zijn. Dat blijven ze ook. Er gaan geen andere dingen gebeuren, alleen de middelen zijn nodig om een projectleider aan te stellen die de verbindingen maakt. Die zorgt dat er een agenda komt, dat die agenda wordt bijgehouden en dat er voortgang is, dat die trein blijft rijden en dat er verbinding is tussen het bestuur, de raad en de ambtelijke organisatie. En dat we op die manier werkende weg zeg maar, aan de slag gaan met dit bestuurlijke manifest. Voorzitter, mag ik nog een vraag aan de heer Snijders vragen? Eigenlijk spreek je dan van een soort gemeenschappelijke regeling, als ik het zo goed beschouw. De samenwerking dan, zoals ze dan, ja, om een wil niet bestuurlijk fuseren. Hardenberg zou het misschien wel willen. Goed, in ieder geval, stel dat, dan krijg je dan gewoon een gemeenschappelijke regeling. Net zoals vroeger de regio IJsselvecht, de Larkom, noem maar op. Nee, wij hebben twee gemeentebesturen. Dat blijft ook zo met het bestuurlijk manifest. Alleen die gemeentebesturen werken nauwer samen. En die maken daarbij gebruik van hun gezamenlijke ambtelijk apparaat. Dat is de bestuursdienst, dat is wel een gemeenschappelijke regeling. Maar die leveren alleen maar aan. Die organiseren. Het is aan ons, de colleges en aan de gemeenteraden om te zeggen van,
Wat willen we? Hoe gaan we daarmee om? Nou, de colleges, de beide colleges van Om en Hardenberg, die hebben elkaar gevonden. Vanuit de inhoud, vanuit de ambitie om te zeggen van we hebben een gemeente, we hebben een ambtelijke organisatie. Dat draait prima. Maar wij vinden dat er nog meer uit te halen is om inderdaad die strategische positie in die regio van Hardenberg en Ommen samen, van die beide gemeentebesturen, om die verder krachtiger te maken door op de inhoud te zeggen van wij gaan nauwer samenwerken met elkaar. En het is onze ambitie om te zeggen van goh, volgens mij, ik geloof dat Henry Ford daar ook iets over heeft gezegd zoals in het stuk staat. Alleen sta je sterk, samen sta je nog sterker, maar als je samenwerkt dan ben je pas echt succesvol. Nou, volgens mij is dat de kern van het hele verhaal. Wij willen een stapje verder maken in de zin van eigen autonomie die blijft. Maar als we elkaar nou op die inhoud goed zouden kunnen vinden, en er zijn verschillende thema's waar dat op zou kunnen, waarbij je ook nog kunt kijken naar behoud van je eigenheid. Ik heb bijvoorbeeld rondom economie genoemd. Hardenberg, kern is industrie. Ommen heeft dat niet. Dus daar zul je sowieso al naar die eigenheid toe moeten. Maar je kunt wel gezamenlijk economisch beleid ontwikkelen. Innovatie is iets wat beide gemeenten aanspreekt. Dus daar zul je naar moeten kijken. Dus eigenheid die blijft, autonomie die blijft, die staat niet ter discussie op dit moment. Tenzij uw beide raden daar anders over zouden denken. Dat kan. Maar wij denken, en dan laat ik zeggen, politiek is timing. En op dit moment is de timing voor Ommen om te praten over een onderzoek alleen al naar bestuurlijke fusie, is te vroeg. Het is niet de goede timing op dit moment. Dus wij zeggen, stapje terug, maar wel doorgaan. Die trein die rijdt, er komen maatschappelijke vraagstukken op ons af. Grote vraagstukken, omgevingswet is een voorbeeld daarvan. Daar zou je die samenwerking met elkaar veel nadrukkelijker aan moeten gaan. Niet alleen ambtelijk, maar ook bestuurlijk. Ja, de timing was voor ons als raad 2 jaar geleden al de timing om te zeggen, we gaan het onderzoeken. Dus om een kan dat weten, dat wij daarmee bezig willen. Dus om een helder signaal ook naar de bevolking te geven van, goh, over 1,5 jaar met verkiezingen in de verkiezingsprogramma's. Wij willen dit voor u als gemeente. Wij willen die fusie wel of niet. Ik bedoel, zo raar is dat toch niet? Het lijkt net altijd een beetje van, goh, er mag niet over gesproken worden, zo'n gevoel. Want Ommen zou dat heel vervelend vinden. U mag er wat mij betreft over spreken. Alleen, volgens mij heeft het niet zoveel effect om daarover te spreken. En hebben wij gezegd, we hebben het liever over de zaken waar we het wel samen over eens zijn, waar we elkaar op vinden. En laten we daar vanuit die positie aan de slag gaan. En wellicht komt dat moment dan nog wel op een ander moment als je zegt van goh, dat levert dingen op, dat levert kracht op. Maar dat is aan de raad in Ommen. Daar kan ik niks over zeggen. Dat is niet aan mij als voorzitter van de raad of als portefeuillehouder hier om daar wat over te zeggen. Wij constateren dat we een goede samenwerking hebben met college in Ommen. En daar hechten wij ook heel erg aan. Dat gaat goed. En we merken dat het effect heeft in de regio. Dat anderen daar niet alleen naar kijken, maar dat onze invloed ook gewoon groter wordt. En ik denk van, nou, op dat spoor zou je dan door moeten gaan. Ik kijk nog even, voorzitter, een paar laatste vragen. Ja, mevrouw Van der Hoek en daarna de heer Brink, heel kort. En dan kunt u dan verder met de antwoord. Dank u wel, voorzitter. Is het denkbaar dat op het moment dat wij wel zouden afdwingen vanuit deze raad, gebruik ik even een sterk woord afdwingen, dat er een onderzoek moet komen, zou dat obstruerend kunnen werken voor het plan wat hier nu voor ligt, wat u betreft? Wat mij betreft hoeft dat niet per se, maar ik nogmaals, ik kan niet in de hoofden van de raadsleden in Ommen kijken, maar dat zou misschien naast elkaar kunnen bestaan. Wij hebben nu een overeenstemming met het college in Ommen door te zeggen van nou, dit zou een mooie inhoudelijke agenda zijn waar we mee aan de slag kunnen. Dat helpt ons verder, dat helpt ons beide verder. En het is aan uw raad om te zeggen van nou ja, wij zouden ook dat andere spoor nog wel interessant vinden om te verkennen. Maar weet dan, en dat heeft u zelf ook al gezegd, weet dan dat Ommen bestuurlijk, de raad in Ommen tot nu toe, nog afgelopen week nog heeft gezegd, een bestuurlijke herindeling is wat ons betreft niet aan de orde. Dus dat, is het, dat zijn de feiten waar ik mee moet dealen. En dat is voor het college van Hardenberg een gegeven. Eén opmerking hierover. Ik heb dus niet gezegd dat we een bestuurlijke fusie moeten doen. Ik vraag naar het onderzoek.
en wat het oplevert en de voor- en nadelen, want anders ontstaat er een misverstand. Oké, meneer Brink. Voorzitter, dank u wel. Ja, voorzitter, ik constateer toch weer dat we het weer over het fusieonderzoek hebben, maar dat even tezijde. Daar doe ik niet aan mee. Maar ik heb wel nog even een vraagje over de projectleider, en daar zei meneer Broesma zo straks ook al wat over. En u begon daar zelf ook al over, en dat brengt mij toch een beetje in verwarring. Want als ik het stuk lees, dan staat er wel iets over de taken die de projectleider zou moeten krijgen. Hè? Want er staat er globaal in. Er staat in het stuk een coördinerende, bewakende en stimulerende rol. Of zei u net iets van opstellen van agenda's. Maar zeg ik het dan goed dat ik de projectleider zou moeten zien als een soort van spin in het web? Of? Ik denk dat dat kort gezegd de bedoeling is. We hebben op dit moment geen capaciteit. Iemand die dat zou kunnen doen, in huis niet. Maar we hebben wel mensen die met die inhoud bezig zijn. En het is de taak aan de coördinator om die mensen die met die inhoud, of het nou de ruimtelijke ordening is, of het maatschappelijk domein, om te zeggen van, die brengen we bij elkaar. Hoe gaan we met dat bestuur om? Wat komt er uit de samenleving? Hoe kunnen we de samenleving erbij betrekken? En hoe gaan we met de raden om? Dat is de taak en de rol van de coördinator om dat te gaan opzetten en om daar een verdere agenda van te maken in overleg met die betrokken partijen allemaal. Ja. Ik kijk even verder nog of er nog andere vragen zijn. Mag ik nog eens een aanvullende vraag stellen over deze spin in het web, zoals meneer Brinkum terecht formuleert. Want vindt onze burgemeester 102.000 euro voor een spin in het web die 2 dagen per week werkt, ook niet wat veel? Nee, want anders had ik het voorstel niet durven aanbreien. Dank u wel, meneer de voorzitter. Er zijn wel hele dure spinnen in ingang. Kijk, dat is iemand die voor 2 jaar wordt aangesteld. Dus er wordt budget gevraagd voor 2 jaar. Anderhalf, 2 jaar. Dat is de bedoeling voor een periode van circa 2 jaar. En die wordt geacht 2 dagen in de week ongeveer te werken. En dit is een taakstellend budget. Ik zal er in ieder geval, het is niet ons voornemen om daar overheen te gaan, laat ik het zo formuleren. Als het voor minder kan, zullen we dat altijd doen. Maar dit is wel iemand die op strategisch niveau moet kunnen acteren. Dus ook met de raden, met de samenleving en met de organisatie moet dealen. En misschien ook wel met partijen buiten. Dus dit is wel iemand waarvan we wat vragen. Dus vandaar ook het budget wat erbij hoort. Ja. Ik ga nog even... Kijk nog kort rond of er nog andere zaken zijn die aan de orde zouden moeten komen. Ja, de risico's. De risico's, ik denk dat het toch goed is om te noemen, alhoewel ik ook daar wel bescheiden in moet zijn, maar de risico's op koers.nu noemde de gezien de financiële situatie van de gemeente Ommen. Ja, op dit moment valt dat niet te zeggen wat dat gaat betekenen. Ik weet dat er in Ommen gewerkt wordt aan voorstellen rondom bezuinigingsplannen. En we worden daar over geïnformeerd door het bestuur, gemeentebestuur van Ommen. En we zullen moeten afwachten wat dat gaat betekenen. Mocht dat aan de orde zijn, dan zal het tot een bijstelling moeten leiden. Nou, op dit moment is dat nog niet voorzien. De raad in Ommen moet ook nog over dit stuk spreken. Dus dan, als ook die daarover hebben gesproken, dan kunnen we de balans opmaken en dan weten we waar we staan. En nogmaals, we hebben de vinger aan de pols. We zitten er bovenop en die samenwerking is gewoon goed. Ik heb al iets gezegd over de structuur, hoe dat werkt. Een lichte structuur, geen zware structuren daarop zetten. En, voorzitter, zou ik daar meteen even een aanvullende vraag over mogen stellen? U zegt al 2 keer of 3 keer een lichte structuur. Toch lees ik, tenminste in mijn optiek, wat anders. De gezamenlijke college, stuurgroep, projectgroep, werkgroep, klankbordgroep. Het is allemaal nogal wat, laat ik zo zeggen. Of u denkt het te zwaar over of ik te licht, zou ik haast willen zeggen. Maar misschien kunt u daar nog toch even kort op ingaan. Volgens mij is het net andersom. Dat ik daar heel zwaar over denk en u wat licht van. Dat kan ook. Maar wat de bedoeling is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande lijnen. Ook nu al hebben de portefeuillehouders overleg met elkaar. De besturen zien elkaar in een dagelijks bestuur, in een algemeen bestuur. Het is niet de bedoeling om hele grote andere structuren te maken. Dus het is een manier van werken die we nu eigenlijk ook al kennen. En de enige nieuwe persoon daarbinnenin is de projectleider, zeg maar, die daarin een specifieke rol krijgt. Dus het is een lichte, in die zin is het niet heel veel anders. We willen zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande, zoals we nu ook al werken. En
dat is denk ik zoals het op dit moment ervoor staat. Nogmaals, het is vanuit ambitie opgezet. Ambitie, maar wel realistisch. En we realiseren ons ook, en dat was inderdaad, daar wil ik nog één keer op terugkomen, de rol van de raad daarbinnen. Ik denk dat het goed is om, als die klankbordgroep zeg maar wordt gevuld en u zegt van nou, daar zitten wel weinig raadsleden in. Ik denk dat het goed is om te zeggen van nou, als er behoefte is om dat wellicht via een eerste verkennende sessie te kijken van hoe ziet die samenstelling van die raad eruit, hoe zou de betrokkenheid moeten zijn, wat zou de raad willen weten, dat we dat in een eerste sessie raadsbreed zouden moeten verkennen met beide raden dan ook eigenlijk om te kijken van nou, in hoeverre moet die betrokkenheid van die gemeenteraad er nu uitzien. En dat kan conform de suggestie die we hebben gedaan in het plan van aanpak. Maar als uw raad zegt, en ook die van Ommen, we willen daar dichter op zitten, we willen een nadrukkelijke rol hebben, dan is dat absoluut bespreekbaar. Tot zover. Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Ik heb het gevoel van niet. Dan rest mij nog... Oh, mevrouw Van Hoek, sorry. Ja, u bent niet zo groot. Dus vandaar, ja, sorry dat ik. Maar het ligt aan mij. Mijn ogen zijn wellicht ook niet goed. Geef niet, meneer Van der Wel. Ik zit normaal daar, dus misschien dwaalt uw oog toch automatisch die kant op. Ik heb slechts één opmerking. Onze fractie is van mening dat het stuk wat hier ligt een compliment verdient. Want portefeuillehouder heeft vorige oriënterende ronde een aantal uitspraken gedaan. Die zijn hier expliciet concreet gemaakt met voldoende ruimte voor ons als raden te bewegen in hoe wij dan onze rol zouden zien. Daar wordt ruimte in geboden in het stuk. En onze fractie vindt het echt een moderne manier van besturen waar we nu naartoe gaan. Daar wilde ik toch binnen deze setting wel mijn complimenten voor geven. Klinkt bijna als een stemverklaring. Ja, voor het is wel een stemverklaring. Dus voor de volgende keer kan mevrouw Van der Hoek die ook bewaren tot de volgende keer. Ik concludeer erbij wel dat het wat u betreft denk ik een hamerstuk kan worden. Maar de vraag is of dat voor de rest ook geldt. Dat geldt voor de rest niet. We gaan het dus als bespreekstuk op de agenda zetten. Helder. Dan stel ik voor, en dat is ook... licht eigen belang om heel kort even te schorsen, omdat ik wel behoefte heb aan een kleine sanitaire stop. En dat we dan doorgaan met het laatste agendapunt. 2 minuutjes hoor, kan snel. Oké, de vergadering is heropend. We gaan naar agendapunt 5. Dat is de gewenningsbijdrage OZB en maatschappelijke objecten. En mijn vraag is, wie wil het woord voeren? Ik zie de heer Jonkans, meneer Rodemond, meneer Gelling, meneer Odink. Oh ja, oké, meneer Stelstra dus zometeen. En nog van het CDA, meneer Dogger. Beginnen we dan in dit geval aan de rechterkant bij het CDA, meneer Dogger. Dank u wel, voorzitter. In de eerste plaats ben ik blij dat het oorspronkelijke agendapunt 5 van de agenda gehaald is. Alleen vanwege de tijd, laat ik dat er maar even bij zeggen. Voorzitter, de Raad heeft de laatste jaren heel veel van de samenleving gevraagd. In het kader van decentralisaties. Meer eigen kracht, ondersteuning van de omgeving, participatie. En die samenleving die pakt dat nu op. Sport en welzijn tonen ons de vitaliteit waar we als Raad om vragen. Vrijwilligers gaan harder lopen voor ondersteuning. Buurthuizen staan open. Alleen, hoe lang nog? Een raad die een dergelijk beroep doet op de samenleving kan in de ogen van het CDA niet accepteren dat deze maatschappelijke organisaties door een systeemwijziging in de OZB jaarlijks 70.000 meer OZB moeten betalen. Laten wij daar duidelijk over zijn. De voorgestelde compensatie is wat ons betreft onvoldoende. Wij pleiten voor het bevriezen van de oude OZB-aanslag met alleen een jaarlijkse trendmatige verhoging. Ze kennen de aanslag, die kunnen ze betalen. Een jaarlijkse trendmatige verhoging is wat gewoon normaal verwacht mag worden. En ten aanzien van het verschil, want daar werd ook al op gerefereerd, je kunt natuurlijk de grondslag niet veranderen en je kunt de tarieven niet veranderen.
Dus wat betreft de aanslag die er zou komen op basis van de wettelijke systematiek, dat verschil daartussen, daarvoor pleiten wij voor een andere subsidieregeling dan die nu voor ligt. En ook een structurele subsidieregeling. Met andere woorden, wij krijgen 70.000 euro extra binnen, maar die geven we in het volledig terug in de vorm van een subsidie aan de verschillende maatschappelijke organisaties waarvan wij het belang zo vaak hebben uitgesproken. En om het met de woorden van de heer Bron te zeggen van, de samenleving vraagt nu niet om mooie woorden, maar die vraagt om daden. Voorzitter, mag ik meneer Rodemond, de heer Dogger een kleine verhelderende vraag stellen? Ik merk op dat mevrouw Juurlink die term ooit eens heeft gebezigd bij eindejaarsbijeenkomst. Dat is inderdaad wel een dingetje van mij misschien. Meneer Dogger, hoor ik u goed zeggen dat de extra inkomsten dienen als dekking voor uw voorstel? Dat hebt u goed gehoord. Akkoord, dank u wel. Maar meneer voorzitter, mag ik er ook een vraag stellen? Want is het niet zo, meneer Dogger, dat als u voorstelt om die TIOX niet in werking te zetten, dat er helemaal geen extra inkomsten zijn? En dat daarmee uw dekking helemaal wegvalt? Ja, dat klopt ook. Alleen daar kunnen we niet onderuit. Dus heeft u geen dekking? Want u wilde betalen uit Zuid-Rijswerk die er niet gaat komen omdat u geen verhoging TIOX wil? Nee. U begrijpt mij niet goed. We kunnen niet onder de nieuwe waarderingssystematiek uit. Die is gewoon voorgeschreven. De waarderingskamer heeft het college daarop gewezen, of de ambtelijke organisatie, dat het anders moest. Dus dan doe je dat. En wij stellen jaarlijks, als raad stellen wij in november de tarieven vast. Dat zijn ook tarieven die gelden voor iedereen. Daar rolt dus een aanslag uit, ook voor de buurthuizen en de maatschappelijke organisaties. Wat wij voorstellen nu, is dat die systematiek blijft bestaan. Alleen, die verhoogde aanslag die nu ontstaat, die gaan wij aftoppen, door middel van een subsidiemaatregeling, aftoppen tot terug naar het oude OZB-bedrag. En dat OZB-bedrag wordt de komende jaren gewoon inflatie of met de vastgestelde verhoging, dus de reguliere verhoging, wordt die gewoon verhoogd voor de organisaties. En de subsidieregeling kan dus gewoon komen uit uit het wegvallen in feite van die OZB-verhoging. Dat mag ik toch even nog voor de helderheid hoor. Dus u zegt eigenlijk van we gaan, want u zoekt nu dekking, dan pompt het wat rond. Terwijl u eigenlijk zegt van die regelgeving is er, maar daar trekken we ons niks van aan. En we behouden de oorspronkelijke begroting zoals die gemaakt is aan. Hij wil het gewoon in stand houden. Alleen voor het extra bedrag, dat wil hij teruggeven via de subsidie. En voorheen hebben we dit ook wel eens toegepast bij de voedselbank, weet ik nog. Dus het is een beproefde methodiek. Maar precies, het is een broekzak-vestzak-systeem, maar je kunt niet onder het systeem van de OZB uit. Ja. Oké. Okay. Nee, maar goed, als broekzak-vestzak maar helder valt, dan is het mij helder. Ik dacht, die woorden slaan wel bij u binnen. Ja. Wij lanceren dit plan dan ook om hiervoor de andere fracties proberen warm te krijgen, om te kijken of we daar raadspreekbaar mee kunnen richting de inspreker, maar ook richting de andere organisaties. Mag ik nog één vraag stellen, meneer voorzitter? Die 16% reguliere verhoging in het kader van de bezuiniging, die gaat er wel gewoon bij op dan? Dat lijkt mij een technische uitwerking, want ons voorstel is ook om het college met een smart, een simpele, maar doeltreffende nieuwe subsidieverordening te laten komen die recht doet aan het uitgangspunt. De oude aanslag die er lag, dat wordt de basis voor de aanslag de komende jaren die gewoon regulier verhoogd wordt. Voorzitter, dat ten aanzien van de grote lijnen en de insteek die wij daarvoor kiezen. Wij hebben nog wel één punt en dat is een specifieke situatie die wordt ook in het raadsvoorstel beschreven. Dat is namelijk het nieuwe multifunctioneel centrum De Binder in Gramsberg. Dat is een nieuw gebouw, dus die kent geen oude aanslag, om het zomaar uit te drukken. Maar die wordt nu wel geconfronteerd met een aanslag van, de heer Bron haalde het ook aan, 4200 euro. Dat was niet voorzien, zo hebben wij begrepen, in alle afspraken die gemaakt zijn met het stichtingbestuur destijds over de exploitatie en de bijdrage die de gemeente zou moeten geven. Dus het stichtingsbestuur is daar ook erg door verrast, hebben ze ook ons geschreven. En wij zouden ook willen vragen om voor met deze stichting, want die kan natuurlijk geen beroep doen op de regeling zoals je die zojuist schetste, dat het college met het stichtingsbestuur in overleg gaat om daar ook tot een passende oplossing te komen
die zeg maar in lijn ligt met de algemene regel die wij gaan voorstellen voor de subsidieregeling. Daarover graag een reactie van het college of die bereidheid er is. Dat was het wat ons betreft de eerste termijn. Mag ik de heer Doch een vraag stellen? Ja. Jazeker. Geldt dat ook voor het nieuwe dorpshuis wat er in Bergentijn komt, dat dat gelijk getrokken wordt met alle maatschappelijke... Voor zover in de afspraken met... Nee, ik moet even een opmerking maken. Voor zover het dus echt gaat om maatschappelijke organisaties die, die met een eigen exploitatie werken, die ook zeg maar gestuurd wordt door de gemeente, waar de gemeente subsidie aan verstrekt, en waarin dus geen OZB is voorzien, dan zou je inderdaad ook moeten kijken van in hoeverre daar ook bij die nieuwbouw ook maatwerkafspraken gemaakt moeten worden. Ja, de maatwerkafspraak, ik noemde de binder, maar die geldt in feite op termijn voor alle nieuwe investeringen, voor zover die een maatschappelijk nut dienen en ook vallen onder deze regeling. Heer Mulder. Ja, want tussentijds zijn er ook al een aantal nieuwe sportgebouwen gebouwd tussen 2014 en nu. Dus ook die zouden dan opnieuw gewaardeerd moeten worden volgens de systematiek die u bedoelt richting de binder. Voor zover die nieuwe investeringen niet te maken hebben met een verhoogde OZB, maar met een nieuwe OZB, zeg maar, wat niet is voorzien in de exploitatieafspraken die destijds met de ambtelijke organisaties zijn gemaakt, want dat, zo gebeurt dat vaak, die zouden er ook onder kunnen vallen. Het is aan het college om voor die nieuwe situaties, om daar maatwerkafspraken te maken, wat in feite ook al in het raadsvoorstel is meegenomen als optie, maar die zouden wij ook nadrukkelijk nu naar voren willen brengen voor die nieuwe gebouwen. Meneer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. De heer Dogger heeft al aardig wat weggemaaid. Wij hadden als ChristenUnie-fractie een drietal vragen. De eerste vraag was, wat zijn de reacties vanuit het veld? Nou, we hebben al een inspreker gehoord die namens een heel aantal partijen heeft gesproken. Maar goed, wellicht zijn er ook nog berichten bij het college binnengekomen. De tweede waren we nog benieuwd of er nog enige juridische consequenties aan zaten aan het voorstel. Of er nog jurisprudentie over is. En als derde punt zijn wij als fractie erg geschrokken van de effecten van de nieuwe waarderingsmethodiek. Wij zien dat er buurthuizen staan waar veel vrijwilligers werken. Wij vragen binnen het sociaal domein ook dat de samenleving participeert. En dan worden ze geconfronteerd met een zware aanslag. Wij hadden ons voorgenomen om aan onszelf als raad te vragen of wij deze oplossing afdoende vinden. Nou, goed, de reactie van het CDA heb ik. En ik zou graag willen horen wat de andere partijen ervan vinden. Zelf hebben we wel het gevoel dat we een klein pleistertje op een grote wond plakken. Maar goed, dat wil ik even meegeven. Maar een hele kleine pleister op een grote wond, die kan erg zeer doen. En hoor ik in uw woorden nu ook zeggen dat u met ons voorstel meegaat? Ja, of tenminste, wij zijn zeer bereid om mee te denken om tot een structurele oplossing te komen. Oké, mijn voorstel zou zijn dat we de vraag die u stelt aan de raad straks eventjes meenemen en dan eerst eventjes het rondje af te maken en dat we dan eventjes op die vraag terugkomen. Kunt u daar mee leven? Heel fijn. Mevrouw Van Hoek. Dank u wel, voorzitter. Ik dacht, laat ik het allemaal in één keer doen. Mijn primaire reactie toen ik dit las was, nou, we doen in ieder geval iets. En we zijn wel bezig met te kijken hoe we die samenleving goed faciliteren en hem niet van de regen in de drup brengen of andersom. Maar gehoord ook wat de inspreker zei, wij vragen wel wat van onze samenleving. En dat moet niet ten koste van de samenleving gaan, wat we vervolgens aan regelgeving opleggen. En dat kan maken dat al die belangrijke maatschappelijke functies zouden komen te vervallen. In ieder geval ernstig worden bedreigd. Dus ik zal mijn betoog kort houden. Wij kunnen ons ontzettend goed vinden in de voorgaande sprekers. En ik hoop dan ook te komen tot een structurele oplossing. VVD, meneer Gelling.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij hadden heel wat vragen en opmerkingen bij het stuk, maar ja, meneer Dogge zegt mooie dingen en die geven veel ruimte voor een nadere uitwerking en in ieder geval een reactie van het college die wij graag willen afwachten. Dus wij liberalen hebben bij het vorige agendapunt al mooie dingen gehoord als mens, maatschappij, ruimte en economie en horen nu zelfs vanuit de conventionele hoek broekzak, verszak. Nou, meneer de voorzitter, dat geeft ruimte voor de toekomst en beter wordt niet, zou ik bijna zeggen. Dus ik houd erop dat wij even afwachten het voorstel wat uitgewerkt wordt naar aanleiding van de woorden van meneer Dogge. En ik denk dat precies aangeeft wat inhoudelijk van belang zou zijn. Daar waar we kunnen zoveel mogelijk doen voor zij die zich inzetten voor onze maatschappij hier. Dus bij voorbaat onze steun, maar wij zien natuurlijk graag het voorstel tegemoet. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ja, het wordt een bijna juichverhaal voor de heer Dogger, maar goed. Ten aanzien van de leefbaarheid en de participatie van onze inwoners, ten aanzien van de faciliteerde overheid die we graag willen zijn, omarmt D66 het voorstel van het CDA van harte om het OZB-tarief te bevriezen naar het oude niveau en inderdaad gewoon met de tijd normaal mee te laten groeien waar nodig. Echter. Wel een aandachtspunt in de uitwerking daarvan. Beperk zeer duidelijk de groep van gebouwen waar het over gaat. Zodat er niet onverhoopt steeds weer nieuwe gebruiksgebouwen op de stoep staan van ja, wij hebben hier ook al een beetje last van. Of iets dergelijks. En maak ook duidelijk in beeld wat de financiële consequenties voor deze gemeente zouden kunnen zijn. En dat is het enige wat ik toch wil toevoegen aan het voorstel van de heer Dogge, maar niettemin blijf ik bij het punt, wij omarmen van harte het standpunt wat het CDA zojuist heeft verwoord. Voorzitter, mag ik daar misschien even op reageren om wat zorg bij de fractie van D66 weg te nemen. Als er inderdaad op termijn nieuwe gebouwen worden gerealiseerd met een maatschappelijke functie, dan zit daar geen risico in. Want die hebben nog geen aanslag OZB. Dus als het college dan een maatwerkafspraak maakt, levert dat eigenlijk alleen maar het maatwerkafspraak OZB op. En kost het geen geld, dus er zit geen risico in. Nee, ik zie dat punt ook, maar ik bedoelde eigenlijk meer op bestaande gebouwen die dan ook denken van hé, misschien kunnen we hier ook een voordeel mee doen. Ik wil niet helemaal wantrouwend overkomen, maar laten we wel goed de groep beperken, zodat we goed in beeld hebben. Dat zijn meneer Rodemond niet hoor. De lijst is bekend en die hebben we gebouwen net. Paar van Akte, daarover gesproken, meneer Botter. Mag ik proces, sorry. Voorzitter, toen ik het stuk las, toen bekroop mij ook even de twijfel van, wat is nou leidend? Het systeem, het ons opgelegde systeem TIOX, of de belangen van onze vrijwilligers? Daarom kan ik van harte het initiatief van de heer Dogge ondersteunen onder het motto, als het niet kan zo het moet, dan moet maar zo het kan. Meneer Jonkans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben een duidelijke analyse van de problematiek gehoord van de heer Brom. En ook een duidelijk pleidooi om daar wat aan te doen. Ik denk dat het verhaal van de heer Dogge daar een heel eind in mee gaat. Alleen wat ik wel jammer vind is. We praten allemaal over die organisaties en het is wel het kapitaal van onze gemeente voor de vrijwilligers. Ik zou ook ervoor willen pleiten om er ook gezamenlijk met die organisaties tot een regeling te komen. Het is erg gemakkelijk om over die organisaties te praten. Maar mijn pleidooi zou zijn, doe het ook samen. En voor het overige ben ik wat dat betreft de lijn die meneer Dogge voorstelt, kan ik me goed in vinden. Even kijken. Mijn vraag was ook nog wel van, kijk, er zijn brieven verstuurd. We hebben nu van meneer Bron een reactie gehad. Zijn er nog reacties gekomen op die passage van die regeling? Waarbij organisaties verzocht worden contact op te nemen. Dat mist eigenlijk een beetje. En dat was het eigenlijk wel. Ja, wat ik wel jammer vind is dat het wel weer dan een regeling wordt die
weer geld gaat rondpompen. En, maar goed, we zitten aan TIOX gebonden, dus ik vrees dat dat niet anders kan. Maar ik vind het wel jammer. Dank u voor. Oké, u ook. Dan wil ik voorstellen om het college. Er zijn een paar vragen, maar voor de rest ook met name opmerkingen richting meneer Dogger. Maar wellicht dat u daar ook een korte reactie op kan geven en op de vragen die er nog liggen. Meneer Stijns. Ja, dank u wel, voorzitter. Als een van de vervangende portefeuillehouders op het onderwerp financiën, dan mag ik de heer Jansen vanavond hier vertegenwoordigen. En dat is ook wel even bewust gedaan, omdat we ook hebben gezegd van ja, hier zit ook wel een grote vraagstuk in. Aan de ene kant heb je inderdaad het systeem of onze financiële boekhouding, de juridische grondslag rondom de belastingen, waar we heel zorgvuldig mee moeten omgaan, in het kader ook van het algemene beginsel van het behoorlijk bestuur. En aan de andere kant voelt het college ook donders goed, kan ik u zeggen, het dilemma wat we hebben met het beroep wat we op die samenleving doen, op die vrijwilligers, en die we ook heel hoog in het vaandel hebben. En daar zit een enorm spanningsveld tussen op dit vraagstuk. En dat hebben we onderkend. Daar zijn we op aangesproken, zeg maar, in de vorige raadsvergadering ook door de inspreker, de heer Bron, en nu weer. Dus daar hebben we ook mee te dealen. En we hebben geprobeerd beide bij elkaar te brengen. Maar ik zeg u ook, daarbij hebben we dat zo goed mogelijk proberen te doen, maar wel ook met inachtneming van inderdaad die financiële discipline die we ook met uw raad hebben afgesproken. En ook de portefeuillehouder heeft dat heel nadrukkelijk en gedegen geprobeerd te doen. Hij heeft daar overigens ook nadrukkelijk overleg over gehad met een aantal buurthuisorganisaties. De afgelopen periode is daar ook veel overleg over geweest. En wij waren van mening dat dit een redelijk compromis was in de zin van een gewenningsbijdrage, om het zo te noemen, waarbij we ons realiseren dat het op termijn ophoudt. Ophoudt na 4 jaar en dat dan de volledige bijdrage geïnd moet worden. Want inderdaad, fiscaal, juridisch gezien is er geen mogelijkheid, daar kunnen we heel helder over zijn, om hier een andere koers in te gaan varen. Dus ik vind ook, dat hebben we ook eerder gedaan bij andere sectoren, dat het ook goed is dat we dat hebben gedaan. En je zou kunnen zeggen, ja, die TIOX-methode die we nu hebben, dat heeft er eigenlijk ook wel toe geleid dat de afgelopen jaren er gewoon ook beperkt is afgedragen. En dat is mooi geweest, dat is goed geweest, alleen het is nu een andere wereld. En daar worden we mee geconfronteerd. Ik kan er nog heel veel over zeggen. Ik kan ingaan op de vragen nog, van de ChristenUnie onder andere. We hebben weinig reacties gehad, moet ik zeggen, naar aanleiding van de vorige bijeenkomsten ook. En de brieven die zijn uitgegaan. Er zijn bijzonder weinig reacties gekomen van partijen. Het is binnen de verordening juridisch gezien, denken wij, en ik denk dat we daar zeer stevig in staan, ook de heer Bron gaf dat al aan, is dit iets wat gewoon kan, wat mogelijk is. Ik zou het geen pleisters willen plakken noemen, maar eigenlijk een soort, het is een soort uitfasering in de tijd, maar op termijn moeten de instellingen, de vereniging, dan wel de volle MEP gaan betalen. Net als ieder ander, zeg ik dan maar. En toch blijft ook in het college wel het gevoel van, ja, is dit het nou? En ik zal u zeggen, in het college was ook al de afspraak om te zeggen, het is goed om in het vervolgtraject met partijen opnieuw in overleg te gaan en dan ook integraal op te pakken vanuit financiën en vanuit ook een maatschappelijk domein. Maar dat ligt eigenlijk een beetje in het verlengde met het voorstel wat de heer Dogger doet vanuit de CDA-fractie. Om te zeggen van, zou je er ook op een andere manier nog naar kunnen kijken. Het uitgangspunt van het college is geweest, de meeropbrengst die er is, die houden we ook aan ons vast. En ik hoor u eigenlijk zeggen, die 70.000 euro willen we toch teruggeven aan die verenigingen en instellingen die daar ook heel veel maatschappelijk goed voor doen. Volgens mij is dat de kern van de zaak. En ik denk dat het goed is om het voorstel terug te nemen en te kijken of er mogelijkheden zijn. Want ik hoor toch een meerderheid van de raad die zegt van, ja, wat ons betreft mag die 70.000 euro teruggegeven worden. Ja, dat is een nieuwe situatie. Het college heeft tot nu toe gewerkt met uitgangspositie van die 70.000 ook binnenhalen als meeropbrengst. Aftoppen nu of terug een afbouwregeling doen. Maar ik hoor u eigenlijk als raad zeggen van, ja, er is een nieuwe, wat ons betreft een nieuw kader gevormd. Wat ons betreft mag die 70.000 terug gaan vloeien.
Heb ik nog wel. Dus ik stel voor om het voorstel terug te nemen in het college. En te kijken naar het voorstel van het CDA. Om dat uit te werken, wat de mogelijkheden daarvoor zijn. Er zitten volgens mij nog wel een paar haken en ogen aan. Want ik weet bijvoorbeeld niet waar u over praat. Kijk toch even in de richting, meneer Dogge. Praat u nu over de 152 objecten, of over de 114 objecten, of over de 53 objecten, zeg maar? Dus daar moeten we helderheid in hebben. Laten we daarover in gesprek gaan. Lijkt me prima, maar het gaat ons om het uitgangspunt dat de groepen die nu getroffen worden, dat daar compensatie voor komt. En of dat dan de 100 zijn, 150 of 118, het gaat om de groepen, waaronder ook, en daar heb ik ook nadrukkelijk aan voor gevraagd, de nieuwe objecten die nog niet, zeg maar, met deze situatie een forse verhoging geconfronteerd worden, maar wel met een hele hoge aanslag nu voor het eerst. Ja, voorzitter, ik denk dat de vervangend portefeuillehouder een goed punt aansnijdt. Ik denk dat we goed moeten gaan kijken naar de definitie van hoe we die subsidieregeling gaan inrichten naar de organisaties toe. Naar de doelen. En ik denk dat het daarbij, veel vrijwilligers, maatschappelijke functie, belangrijke uitgangspunten zijn. Voorzitter, volgens mij is het klip en klaar, helder en duidelijk. Dit college heeft uw raad goed gehoord en begrepen. Er is een nieuw kader voor ons om daarmee aan de slag te gaan. Wij nemen het voorstel terug en we komen met een nieuw voorstel, waarbij we dan kijken van wat zijn dan goede uitgangspunten om met de oude situaties om te gaan, maar ook om te kijken naar hoe gaan we met nieuwe situaties om. Helder. Volgens mij ook. Dat betekent dat ik ook niet meer hoef te vragen of het een bespreekstuk of een hamerstuk hoeft te worden. Het komt gewoon later terug dit. Dan gaan we naar agenda punt 6, de rondvraag. Zijn er nog mensen die iets hebben voor de rondvraag? Ik constateer van niet. Dan wens ik u een fijne avond.